Zo. Nou, dat was even wachten, zeg, voordat we er waren. Ja, dat ging weer van harte dit allemaal, hoor. Wij waren achter de schermen heel hard alles aan het instellen. Want zoals jullie de laatste keer hadden gemerkt, hadden we de hele tijd problemen met de audio. En nu hadden we het helemaal goed ingesteld, dacht ik. Maar ik had niet getest vanmiddag. Want ik dacht, hij werkte vorige keer. Dus dan gaat hij nu vast goed. Ja. Maar toen kwam ik er nu pas achter dat je de game niet hoorde. Dus ik moest even alles instellen. En het is maar goed dat ik nog niet was begonnen met streamen. Want ik moest ook mijn OBS vet vaak afsluiten. En anders had ik jullie er allemaal uitgegooid. En dan moesten we allemaal weer opnieuw erbij komen. Waarom hoor ik echt Rick O zeggen? Dat klinkt niet goed. Ja, ik hoor mezelf met een echo. Oh, oké. Okay. Nou, ik niet in ieder geval. Hallo allemaal. Ja, jee, ja. Gave make-up, Maris. Thank you. En je haar is leuk. Ja, thank you. Hoop ik nog steeds. Dus het duurde even wat langer, sorry. Maar gelukkig hebben jullie heel geduldig zitten wachten. Want we zijn er klaar voor. En als het goed is, gaat het vandaag goed. We gaan vandaag de Untitled Goose Game spelen. Dat is een spel die Rick en ik... ik denk 1,5 jaar geleden of zo, of 2 jaar geleden hebben gespeeld. Echt al wel weer een tijdje geleden. Toen kon je het alleen nog maar in je eentje spelen. En toen hebben we eigenlijk op 1 dag hebben we de hele tijd deze game zitten spelen en hem uitgespeeld. Echt een vet grappig spelletje, maar dat ga je zo meteen wel zien. Maar er is laatst een update geweest en daarmee kan je hem nu in co-op spelen. Dus je kan nu met z'n tweetjes. Dus we dachten, nou, dat willen we nog wel een keertje gaan doen dan. Dan gaan we het spel nog een keer spelen en dan gaan we hem dus samen doen. Dus dit wordt de eerste keer in ieder geval dat we hem samen gaan spelen. Gaat alles goed? Ik durf niks te zeggen. Hoezo? Zit er een echo in? Ja, want je hoort mij nog steeds dubbel. Oh, echt waar? Ja, ik hoor je niet dubbel. Nee, maar blijkbaar gaat het toch nog niet helemaal lekker. Maar ik heb ook 2 keer microfoon erin staan nu. Oh, dat is niet handig. Wacht eventjes, doe ik deze even hide. Oh, moet ik niet hide, dan moet ik hem eerst uitzetten. Oh, wacht even hoor, jongens. Even een seconde. Ja. Hier, doe ik die even naar 0, gewoon zo. Kan ik hem gewoon uitvinken? Dan ook 0. Ik weet niet waar je het over hebt, dus doe maar niet. Ik ben echt een jongens, want ik weet niet hoe ik het anders moet doen. Klik. Ik moet op 100 naar 0 klikken. Je kan toch gewoon typen? Ja, dat duurt even een minuutje, maar ik... Nu hoor je jou heel zacht. Hoor je mij heel zacht? Ja, ik weet. Nu hoor je mij dus zeg maar wel goed, maar nu hoor ik jou echt mega zacht. Moment. Oké, nee, wacht. Nu hoor je mij weer goed. Nu kan ik in één keer wel typen. Oké, wacht. Nu hoor je mij als het goed is gewoon weer goed, denk ik. Ik denk dat ik weet wat het probleem is. Oh nee, moeten we daarvoor het alles afsluiten? Nee, maar het is niet aan te doen. Even kijken. Ja, even niet meer hide. Oké, nee, oh, sorry, dat was blijkbaar mijn microfoon. Oké, ik dacht dat ik het snapte. Oké, nou, ik zal even heel kort uitleggen wat het probleem is waar we op dit moment mee zitten. Rick heeft intussen het idee. Ik ga het jullie proberen uit te leggen in Jip en Janneke taal, want zo heel technisch ben ik ook niet altijd eventjes. Maar ik leer steeds meer, want Rick legt me altijd heel veel uit. Nu horen jullie me wel, toch? Ja, oké, nu weer wel. Ja, het was een beetje dom. Ik zag microfoon 2 keer. En ik denk, oh, dan is het vast daarom. Dus ik heb 1 microfoon gemute, maar dat is natuurlijk mijn microfoon. Wat ga je allemaal doen? Heb je echt een echo omdat je hoort in mijn microfoon? Ja, Oh. Oké, nou ja, en wat dus is normaal gesproken hebben we zeg maar een game. En die zit dan apart op een game audio track. We hebben Rick's microfoon, die zit apart op een track. Je hebt mijn microfoon, die zit apart op een track. Dan heb ik een muziekje voor op de achtergrond, zit apart op een track. Zo kan ik alles besturen en alles harder en zachter zetten. Alleen deze game die we vandaag spelen, die wil per se niet op een eigen track. Die wil per se gecombineerd met Rick's microfoon. Het is echt vet irritant. En op een of andere manier lukt het ook niet. Dus we hebben nu heel hacky wacky, hebben het helemaal opgelost door allemaal op andere tracks te zetten. Daar moest ik ook 100 keer mijn OBS voor afsluiten. Dus het was maar goed dat we nog niet begonnen waren. Maar ja, nu heb je dus blijkbaar alsnog dus een beetje vertraging. Hebben we dat weer. Hè, dachten we dat we het zo goed voor elkaar hadden. Maar Rick die zit hier nu. Helemaal verstopt achter een matras. Dus ik ben benieuwd of het nu beter is. Ik hoop dat het nu wat beter is. Nikita die vraagt, wat eet je nu voor lekkers? Nou, ik heb weer Maltesers gehaald. Wat hebben jullie voor lekkers? Ja, wat heb je nu weer voor gezonds? Ja, erg hè? Maar nogmaals, ik snoep echt niet zo heel vaak.
Alleen tijdens de streams. Ja, dat is toch altijd wel gewoon lekker ons gezellige avondje, toch? Dus ik vind dat daar gewoon wat lekkers bij mag. Dus dat houden we er ook gewoon absoluut in. Daar zei ik hier echt uiteindelijk zo dik begin te worden dat ik niet meer uit mijn stoel kom. Dan moet ik misschien stoppen. Oké, denk je dat het nu helemaal gaat werken zo en dat het helemaal goed komt? Het is in ieder geval een heel stuk. Ik heb nog iets gevonden wat we niet hebben gefixt. En dat is? Ilona typt heel lief uitroepteken game en dan krijgen we informatie over It Takes Two. Oeps! Jongens, wij zijn echt streamers van niks, maar ooit worden we hier vet goed in, oké? Het is wel heet. Untitled Goose Game. Untitled Goose Game, ja. Ik heb wel een leuke anekdote trouwens over die game. Ik hoop dat ik hem goed vertel voor de mensen die de game kennen. Die weten het misschien wel, maar voor mensen die de game niet kennen. Deze game is eigenlijk niet echt zozeer uitgebracht als een game. Maar het was meer een test voor een andere game, toch? Dat klopt toch wat ik zeg? Ja, het was gewoon een probeerseltje van wat game developer. Ja, om gewoon wat te kijken hoe dat zou bewegen en hoe het zou zijn. En daarom heeft het spel ook niet eens een naam. Daarom heet hij dus ook Untitled Goose Game. Want het was gewoon alleen maar als probeerseltje. En die game is uiteindelijk echt een vet succes geworden. Mensen vonden het superleuk. En hij is echt heel erg vaak gespeeld. De game is inmiddels ook te spelen op de PC, op de PlayStation, op de Xbox One, op de Switch. De Mac kan je zelf spelen. En tegenwoordig dus met 2 personen. Het idee van de game is dat je bent een gans. Ik ben zo meteen een gans. En Rick is een gans. En dan gaan we dus allemaal opdrachten doen. En de opdrachten zijn over het algemeen gewoon van wees een meest vervelende gans die je maar kunt zijn. En je moet eigenlijk iedereen irriteren. Van alles jatten. Van alles verzamelen. Want hij wil van alles hebben. En dat gaan we doen. We gaan gewoon lekker vervelende gans uithangen. Carola vraagt of ze nog op tijd is. Je bent nog op tijd hoor, je hebt nog niks gemist. Nou, ik heb als het goed is nu game ook gefixt. Emma die kijkt vandaag vanuit Curaçao. Dat is leuk. Hoi, leuk. Kijk je ook vanaf het strand of dat niet? Begin. Ja, zullen we maar gaan beginnen? Ik weet niet of Rick inmiddels zover is, maar anders dan gaan we beginnen. Ja? Nou, als er nog wat dingen fout gaan, dan zien we het zo meteen alweer. Hè? Blijf live, blijf de mainstream. Waarbij altijd alles misgaat. Iedereen zegt altijd dat houdt het gezellig. Dus, ik heb alleen nog niks te drinken, jongens. Ik heb ook nog niks te drinken. Dat gaan we eerst nog even regelen. Wat wil je? Ik heb tegenwoordig mijn koelkastje hier zo naast. Hoe chill is dat? Ik heb Cassis, ijstee green of Fusty. Doe maar ijstee green. Ijstee green. Nee, Cassis. Of allebei. Allebei. Dan blijft ze nog lekker. Eerst al de kastjes, krijg ik dan meteen de andere, ja? Kijk, ga ik even voorzien van wat te drinken. En dan gaan we beginnen. Ik zit echt helemaal verstopt achter mijn tas. Ik zit helemaal klem, joh. Mijn koptelefoon zit helemaal om mijn stoel heen. Dit hoor. Dank je. Achter het matrasje. Ja, ze kunnen jou nog niet eens helemaal zien, hè? Want, nee, ze kunnen mij niet zien. Nee, dat wordt leuk, jongens. We gaan over naar de game. Let's go. Hallo. Zijn we er? Ja. Hey. Looking for a game to capture. Kijk, daar zijn we. Dan kunnen ze mij als het goed is nu ook zien. Hoi, ik zit in mijn eigen studio vandaag. Ja, als je wil kan Rick ook op het strand zitten. Oh, heb je dat liever? Ja, dat hebben we liever. Dat past al bij het Curaçao thema van Emma. Ja, oké. Okay. Nou, dan zitten we vandaag op het strand. Ik kijk vanuit mijn bed. Oh, dat is ook lekker. Oké, cheers iedereen. We gaan beginnen. Okay. Zo, horen jullie Rick ook een beetje goed? Rick moet wat harder. Of je even wat harder wil praten. Want dan kan je niet nog harder zetten. Je staat al op zijn hart. Als ik harder ga praten, dan... Wacht. Ik kan het wel harder zetten. Wacht. Hallo? Als het goed is, sta ik nu harder. Ja, je staat nu harder. Ik hoor je ook harder. Moet, dan... Oké, dan moet jullie het maar zeggen. Ik kijk vanuit Frankrijk. Wat gezellig, lieve. Nou, wij zijn gewoon gans, heel normaal, ja? Hier zijn wij. Hou X ingedrukt om te rennen. Ja, dat werkt ook. Er waren ook nog wat complicaties mee. Maar het werkt. Het werkt allemaal. Ik ben trouwens die met die rode snavel, deze. Dit, hallo, dit ben ik. Hier zo. Ik ben deze. Ja, hoe flapper jij nou zo? Door zo hoe doe je dat? Gewoon de trigger inhouden. De R2. Ja? Ja, dat doe ik. Dan doet hij bij mij alleen dit. Hij doet bij me... Die skill heb ik niet. Kijk, dat doet hij bij mij niet. Nee, helaas.
Haha, wel... Rick op het strand. Ik heb het wel echt bloedheet hoor, jongens. Echt. Kijk, nu zie je waar het fout gaat, hè. Wij zijn dus echt de hele dag gewoon lekker bezig met dit soort onzin instellen. Maar de dingen die belangrijk zijn, zoals goed de game instellen en zo, dat vergeten we dan weer. En de audio. Oké, we gaan. Kom, we moeten deze kant op. Even bukken. Kom mee, gansje. Ja, even kijken. Hoe ging dit ook weer oppakken? Ja. Ik heb hem mee hoor. Hebben we die nodig, die schoen? Ik speel dit spel ook op mijn Switch. Ik speel het altijd bij mijn zusje. Ja, leuk. Emily en Mila spelen hem ook heel vaak, inderdaad. Alleen soms weten ze dan niet zo goed wat de opdrachten zijn, want ze zijn in het Engels. Oh, hé, mijn bal. Mijn bal. Een beetje in je billen. Nee. Niet doen. Ruk eens in het vuur. Kijk, kan ik even deze hier zo... Kijk nou! Oh, jammer. Oké, kom, we gaan. Ik moet echt de deur open doen hoor. Ik ga zo meteen last krijgen van muggen, maar... Yep, had ik vorige keer ook heel erg. Echt te heet. Die loopjes, ja geweldig hè. Ik hou ook zo van die kontjes. Kijk hoe lief met dit kontje heen en weer wiebelt. Kan jij die onderste doen? Nee. En als hij gaat rennen? Ik vind het zo'n lief gansje. Ah, pas op. Pas op man, pas op. Hey, joh, niet rennen. Ja, ik kan ze echt alleen spreiden, maar ik kan niet flapperen. Zo, daar zijn we. The Untitled Goose Game. Even ja. Wel Geese Game, omdat het er meerdere zijn. Een Geese Game. Woehoe! Dat staat er ook. Ik voel me net een zwaantje. Ja, dat lijkt wel een beetje, hè? Auw. Kost die? Hebben we die nodig? Nee. Idee. Hebben we überhaupt wel iets van een opdracht? Nee, volgens mij nog niet. Ik weet eigenlijk ook even niet zo goed meer waar we heen moesten. Tussen die deur doen hoor, want hij waait de hele tijd dicht. Even, oh, kijk hier. Druk op back of om dat middels om je takenlijst te bekijken en te besturen. Ga de tuin in. Dat is taak nummer 1. Hij is straks nu in het Nederlands ook, zie ik. Ja. Dat was in het begin ook niet. Want dat zei ik net nog. Onze kinderen vinden het alleen af en toe moeilijk om die dingen te lezen. Maar dat was omdat hij altijd in het Engels was. Maar blijkbaar is hij tegenwoordig ook in het Nederlands. Hoe jij dat zegt, gansje. Gansje, wat is er mis mee? Gansje. Wiggle. Kom. Nee, sorry. Ik moest even iets tussen de deur doen. Dat kan echt niet. Die gans is echt precies zoals ik ben in het echt. Kom nou, schiet op met je. Ja. Hey, oh. Die kan niet. Oh, nee, die kunnen we niet langs. Oké. Andere kant op. Zit niet zo dicht aan me. Oeh. Ja, kunnen we hier de tuin in? Oh, jij had er eentje al gehad. Nice. Ik zag ineens die kraan hier. Ik denk, hey. Even kijken, welke hebben we? Laat de tuinman zijn zonnehoed dragen. Jat de sleutels van de tuinman. Gooi de hark in de vijver. Ga picknicken. Breng naar het picknickkleed. Breng naar het picknickkleed. Een hele lijst. Maar ik wil eerst de tuin in. Hoe komen we erin? Nou, zo. Oh, dus zo. Hier. Hoi. Au. Oh, nee. Oké. Okay. Ja, ik ben erin hoor. Je sukkel. Kom, we trekken zijn hele tuin leeg. Hier. Oké, ik doe dit bloemetje. Ik kan niet. Zo. Een pompoen. Wil je een pompoen? Maar zometeen komt hij terug. Oh kijk, daar is hij. Hij is niet blij. Oh, hij is want niet je blij hebt met zo... Nee, hij is niet blij. Kom. Ik ga verstoppen. Hij... Ik ben er niet. Nee, ik ben er niet. Ik vind het nu al een leuk spel, zegt Love Stitch. Ja, echt hè? Oeh. Oh, hij vindt het niet erg als we hier zijn. Hij gaat ons niet wegjagen. Is sleutel. Oh. Ik wil zijn sleutel jatten. Pak jij zijn sleutels? Ja, is goed. Doe je dat? Kan dat, denk je? Oh. Nee, ik deed niks. Je zou zulke ganzen hebben in je tuin, dan ben je er niet blij. Kijk, misschien gaat hij ze nu terug doen. Waar ben je nou? Ga je helemaal heen? Kom. Hij gaat zo meteen bukken. Ik heb iets in mijn mond. Wacht. Ja. Volgens mij vindt hij ons echt heel vervelend. Ja, wie niet? Die man kan ook niet rennen. Nee,
Hij is niet zo snel. Hoe ga je hem laten bukken als hij zijn bloemen pakt? Oh, kijk, hij gaat dat pakken. Oh, nee, ik was niet snel genoeg. Oh, nee, 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 ik doe niks, doe niks. Ik heb hier gewoon vet chill. Helemaal niks te doen, gewoon. Oeh. Hij wil ons niet per se weg hebben of zo, hè? We mogen wel gewoon in zijn tuin blijven. We moeten even zorgen dat hij wat gaat doen. Geweldig spel dit, ik lig nu al dubbel. Ja, nou, we moeten even kijken hoe we zijn sleutel kunnen pakken. Hoe kunnen we zijn sleutel jatten? En wat gaan we eigenlijk doen met die sleutel? Het hek opsluiten of zo? Ik weet het niet meer. We hebben dit al een keer gespeeld, hè? Je zou denken dat ik dit weet, maar... Ja, ik weet dat het het makkelijkste is als hij gaat bukken. Dus, maar volgens mij doet hij dat als hij Als hij zijn bloem, als hij zijn bloem op gaat pakken. Ja, oké. Okay. Oh, nee, doe je niks. Ja, hoi. Hallo, hallo. Ja. Nee, nee, doe niks. Ben lief. Oh, ik had ze, ik had ze. Pak ze. Oh, ja. Oh. Oh. Die stomme stout op. Dit was mijn sleutel. Oh. Ja, ik ben die met die oranje snavel. Rick is inderdaad... Of met die rode snavel. Rick is met die oranje snavel. Kijk, zo doe je dat. Rennen, rennen, rennen. Wat gaan we ermee doen? Ik denk niet. Rennen, rennen. Hij is wel sneller dan wij zijn. Je gaat hier verstoppen in de bosjes. Misschien zit hij hier niet. Doe de deur open. Nee, nee. Oh, waar moeten we heen met die sleutels? Geen idee, maar... Ik ga nu gewoon andere vervelende dingen doen. Oh, die hark moest dat water in, toch? Hier, gooi de hark in de vijver. Kom, laten we dat doen. De deur open, ja? Kijk hoe ik dit meestelijk. Ja, echt. Ik ga. Of hebben we daar een sleutel voor nodig? Hey, dankjewel Style Sweet Cupcake voor de donatie. Ja, ik doe mijn best hoor. Hij komt er toch niet aan, hè? Nee, hij heeft niet. Zo, oké. Okay. Gedaan. Laat los. Ik doe hem nog iets verder, anders kan hij hem pakken. Ik eet ondertussen even een broodje. Echt, na het zien van deze game ga je nooit meer normaal naar een gans kunnen kijken. Als wij nu witte ganzen op straat tegenkomen, dan zien we ze echt zo met dit karakter, zo vervelend voor ons. Hé, hey, we hadden hier, ga picknicken, breng naar het picknickpleet een sandwich, een appel, een pompoen, wortel, jam, thermoskan, radio en mand. Nou, hier is een mand. Mand? Oké, nou dat is de mand. Ik weet nog wel waar het picknickpleet zit. Ik kan me niet vertellen hoe lang ik daar de eerste keer over gedaan heb om die te vinden. Maar die was gewoon hier. We hebben het er heel lang over gedaan. Hoppa. Ja, mand. Oké. Okay. Ligt hier ook nog een appel? Dus we hebben al best wel veel dingen die hier al vast liggen. Kijk hier. Je bent zo hard bezig. Het is wel gezellig om het zo met z'n tweetjes te spelen. Ja. Het is wel leuker dan in je eentje. Kan dit ook aan? Kijk hier. Kijk, hier is een radio. Nice. Nee, wacht, misschien als ik deze zak even omtrek. Ja. Kun jij hem pakken? Die had ik maar handen. Ja? Waarom doe ik hem met zak en al, joh? Hij mist die tuinaarde toch niet. Als je bukt. Buk is? Kijk, hij was er. Nee. Kijk. Oh ja, goed bezig. Zo, voordat hij het hoort. Maar kan je hem ook uitzetten? Oh, dat was een broodje. Een appel. Doe het uit. Ga niet uit. Oh, een mand. Hij gaat hem zeker halen. Nou. En al zijn andere spulletjes. Kijk, daar komt hij. Kijk. Nee, we hebben niks. Ja, wel, hij hoort hem. Hij is echt niet dom. Hij ziet er wel dom uit, maar hij is echt niet dom. Maar dan pakken we ondertussen dit. Pak jij een wortel. Pak snel een wortel. Oh, hadden we een wortel nodig? Ja, ik neem deze. Kijk ons alles jatten dan. Oh, nee. Oh, nee, maar die wortel die lag hier al. Nee, die was helemaal niet uit je tuin. Ja. Hij heeft die niet door, hè, die pompoen. Laten vallen. Oh. Als ik hem oppak, blijft hij dan uit? Nope. Oh, wacht, laat doen die als laatste. Ja, dat lijkt me slim, ja. Ik zal hem even brengen naar hem, oké? Okay? Kom. Kijk wat ik van je heb gevonden. Ja, die lag daar gewoon. Dat heb ik gewoon gevonden. Dankjewel, Crea Roos, voor de donatie. Kan je weer journalen en ik ben klaar met school. Oh, lekker. Nee, ik ben nu even een spelletje aan het doen.
Maar ik denk niet dat dat is wat je bedoelt. Maar ik journal wel hoor, alleen niet meer in video. En lekker dat je klaar bent met school. Ik neem aan dat je vakantie hebt. Fijne vakantie. Laten we inderdaad die radio maar als laatste doen, want... Ja, ik weet niet wat we nog allemaal nodig hebben. Volgens mij hebben we redelijk... Nee joh, sandwich? Huh? Sandwich hebben we toch? Of hebben we allebei een eigen sandwich nodig? Kom. Nee toch? Kom, er lag er toch eentje. Oké. Misschien hebben we nu pas een halve sandwich. Ja, of we allebei een eigen broodje. Of nog meer. Iemand zei, volgens mij mijn lichtje zei dat deze ganzen lijken wel getrouwd stel. Nee, dat komt omdat wij ze besturen, denk ik. Even kijken. Ja, zie? Twee sandwiches hadden we nodig. Sham moeten we nog. Een thermoscan. En die radio doen we wel op plaats, inderdaad. Dat lijkt me slim. Oei. Nee. Nee. Weet je wat we moeten doen? We moeten hem afleiden. Ja, wacht. Pak zijn sleutel. Oh, kom, nice. Lok hem naar binnen. Ja. En dan zorgen we dat hij dat ding dicht doet. We moeten even het hek dicht doen. Kunnen wij dat doen? Was er hier niet een... Ik weet het niet meer. Oh, hij is ook al niet blij met zijn zakken met zand. De sleutel pakken? Ja, doe het. Kan je hem op slot doen? Nee, ik heb geen handen. Helaas. Helaas. Ik ga heel even kijken of hier een thermoscan is, oké? Wacht, ik moet ook even naar binnen. Kan je even naar het gat komen? Oeh. Kun je naar binnen? Oh. Ja. Hallo, hallo, daar zijn we weer. We komen de boel terroriseren. Hallo, heb je Sham? Sham. Ja hoor. Oh, daar is Sham. En de thermoscan. Waar ga jij naartoe? Ja, ik dacht misschien kan ik er dan op. Hoeft er niet. Ik pakte het ook van de tafel. Echt? Kan je gewoon zo pakken? Oh, nice. Ja, kom, we nemen hem mee. Dat is een sneaky route. Ja. Ga jij maar eerst. Oh, het past ja, net aan. Het zat wel een beetje klem. Helaas, boer. Je zal het moeten doen zonder Sham en zonder thermoscan. Oh, waarom is de hek open? Oh, hij heeft nog niet als picknickplate ontdekt. Wat hebben we nog nodig? De radio? Ja, alleen de radio nog. Kijk. Nou, laat de tuinman zijn zonnehoed dragen hebben we nog. Doe maar eerst, voordat we de radio doen. Anders dan gaat het weer mis. Hoezo? Denk je ook niet? Dankjewel Lola voor de superchat. Ik geef het voor de kwak kwak eendjes. Ja, gansjes hè, zijn het. Kwak kwak gansjes. Kijk, ze zeggen ook dankjewel voor de donatie. Dankjewel voor de donatie. Met Bassie en Adriaan. Oh. Hey. Hier is de zonnehoed aan de deur. Hey. Hoi, daar ben ik weer. Hallo. Hallo. Ja, ben je blij om ons te zien? Ja? Ben je ook op... Nee. Hey, zijn radio ligt hier nu. Of niet? Dit is toch zijn radio? Ja. Heeft het helemaal hier neergelegd nu? Ah, ik vind toch dat hij houdt het nog lang vol. Hij is nog niet heel boos of agressief geworden. Nee, inderdaad. Wacht maar. Hoe, Oeh. Ik ben er niet bij. Ik denk als ik dit... Oh, sorry. Als ik wel eens wat gans in de tuin zou hebben. Ja, sorry. Ik heb een beetje een dikke billen. Pardon. Oké, maar hoe zorgen we ervoor dat hij gaat... graven of iets. Nee, maar ik help hem even met opruimen, want ik voel me lullig. Oké. Oh, hey, kijk, ik was lief. I come in peace. It's okay. Stop nou met zijn tuin vernielen, die arme man. Ja, maar kijk, hij heeft helemaal niks misdaan. Kijk. Ja! Oh, zo vet slim. Vet slim. Dankjewel, Ilona, voor de donatie. Lief. Ik weet niet of het Ilona de moderator is, maar ik zag Ilona ook alweer druk moderator in ieder geval. Dus super lief. Thanks dat je er weer bent trouwens. Kom, deze kant op. Oh, sorry. Ik was even aan het kletsen. En ik moet weg hier, boer. Laat me met rust. Ik moet weg. Zo. Kan jij dat hoedje op? Nee, ik kan hem niet op. Wacht, ik kom eraan. Kijk, wacht. Misschien doet hij zijn zonhoed op. Maar denk je niet dat hij hem hier komt halen? Dat gaan we moeten kijken. Wacht, ik ga hem in het... Nee, kom. Ik gooi hem in het water. Bij zijn hark. Kom. Maar...
Anders gaat hij zo meteen zijn hekje uit en dan gaat hij hem weer halen. Ja, dat is misschien waar. Oké. Okay. Hij moet echt weg, zijn hoed. Dump de hoed hier, zo. Hey, dankjewel, Nienke Klok, voor de superchat. Ik ben aan het inpakken voor mijn vakantie morgen. Oh, wat lekker. Hij is helemaal verdrietig. Ja, zie. Huh? Niks aan de hand. Hele fijne vakantie alvast. Ja, zie. Anders wist hij dat hier zijn hoedje lag. Had hij hem gevonden. Ik weet van niks. Hoezo denk je dat wij het hebben gedaan? Niks. Ja, je hebt gelijk. Hij gaat zijn zonnehoed opdoen. Wat moet je doen, hè? Kom dan. Kom dan. Hè? Wat moet je dan? Hè? Oh, ik denk niks. Oh, nee. Sorry, hoor. Sorry. Auw. Hij schopt me gewoon. Hey. Waarom? Ik doe helemaal niks. Niet schoppen, ja? Ik ben lief. Ik ben lief. Doe nou maar je hoed op. Maar moest hij nou de zonnehoed opzetten? Ja, laat het hij... Oh, oké. Okay. Dus hierna is het een kwestie van de radio jatten. Hoppa! Lekker! Goed bezig. Hoe doen we dat? Goed bezig. Alleen, we hebben hier wel een klein probleem. Er staat iets op zijn radio. Waarom bewaart hij zijn radio onder de koelbox? Ik denk dat het per ongeluk komt. Zodat wij hem niet kunnen pakken. Die pakken. Rennen. Hou hem tegen. Laat hem schrikken. Ah! Oh, hij is niet te... Ik heb zijn sleutels gejat. Oh nee, toch niet. Oh, maar zijn sleutels boeien hem gewoon niet meer. Kom, nee, maar leid hem niet naar de picknickplek, want dan... Oh, gelukkig. Ik wou zeggen, straks gaat hij... Oh, ik denk zo meteen gaat hij al onze spulletjes jatten. Hey, dankjewel Ilona, weer voor de superchat. Gebruik je liever de water of de alcoholtombo's? Ja, dat ligt eraan. Alcoholtombo's altijd voor illustraties, vind ik dat fijner. En de watertombo's gebruik ik meer als markeerstiften en in mijn journal eigenlijk. Omdat die niet doordrukken. Maar als ik echt ga tekenen en ga inkleuren, dan doe ik het altijd met alcoholtombo's. Hey, hebben we hem nou gewoon gehaald? Oh, we hebben een extra. Laat de tuinman met de hamer op zijn duim slaan. Hoe noemen we die? Nou, had ik gelogen of zijn we echt de meest vervelende ganzen ooit? Oh, zijn we aan het dansen? dat moeten we hier doen, bij de muziek. Kom mee. Dan gaan we als een echt getrouwd stel, heel romantisch. Waar was het ook weer? Daar? Ja, hieronder. Oh ja, heel romantisch hier. Even eerst een vlek eten. Lalalala. Oh, daar komt hij. Waarom kom je hier? Ga gewoon weg. Wij zitten hier vet gewoon romantisch te zijn. Blijf van mijn man af. Blijf van mijn man af. Ga weg. Dankjewel, Style Sweet Cupcake, voor de superchat. Wat een leuk spel. Ik zit er bij Diamond Painting te doen, denk ik. Oh, wat lekker. Nou, veel plezier. Pak je hier. Hier, doe deze. Ja, pak hem. Maar hoe laten we hem op zijn duim slaan? Ik denk dat we gewoon moeten laten schrikken op het moment dat hij aan het... Maar hij vindt die ja, die nou, laten we maar zijn radio halen dan. Ik breng ze hamer wel terug. Waar heeft hij die nodig? Oh, ik vermoed hier. Ja. Dit geweldig. Bord ga ik verstoppen. Is niet... Slopen. Sloop het. Ik heb... Zou die hem vinden? Wat nou verboden voor ganzen. Wij zijn lief. Hallo. Heb je daar... Radio. Je bent in de war en je denkt, waar is je bord nou? Hier is het bord. Kijk hier. Doe het maar in de. Nee, in de ik had het net verstopt. Ja, maar... Oeh. Nee. Kom. Wacht even. Pak je met. Balletjes. Dus het lag allemaal. Overal. Dankjewel, Doornroosje. Ik hou niet van ganzen, maar jullie zijn wel leuk. Same. Kijk, ik vind ganzen wel schattig. Laat hem schrikken als hij gaat praten. Oh nee, als hij slaat. Als hij onderweg naar beneden is. Oké. Okay. En... Haha, sukkel, hier.
pak snel sleutels. Oh. Hier, wacht. Ik verstop de sleutels hier in de bosjes. Hij zit ze gewoon in de bosjes, hè? Ja, hij heeft dat gehoord. Kom, we gaan snel bij je. Oké, let's go. Ja. Bye. Het was gezellig. Ja, yeah, bye. Jammer dat we geen brood kregen. Ik had wel wat brood gewild, eigenlijk. Doei. 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 Moeten we hierheen? Oh, nee. Hey. Nee, dit kan niet vanuit deze kant open. Kijk maar. En niks. Oké. Okay. Zit hier achter eigenlijk ook wat? Nee. Oké. Okay. We kunnen daar nog niet heen. Let's go. Let's go. Nou, dat ging verrassend snel. Oké, nou, voor de mensen die hier net pas erbij komen. Ik ben dus de rode. En Rick is de oranje gesnavelde. Hier, ik heb mijn vleugels nu. Dat is Rick. Maar ja, dat kan ik dus niet. Moet stilstaan. En nu even los en weer in. Nee, ik kan het niet. Ik kan alleen maar gewoon zo dit doen. Ja, dat ziet er echt vet mooi uit. Ik wil dat ook. Raar. Schattig. Ik was vroeger bang voor ganzen. Inmiddels werk ik op de kinderboerderij als vrijwilliger. Maar leuk vind ik ganzen nog steeds niet. Ik heb ganzen niet zo heel dichtbij. Maar wij hebben ze wel heel veel hier waar wij wonen. Maar ze maken vooral heel veel herrie. Vooral 's avonds. Dan vliegen ze met z'n allen over en dan is het echt heel veel herrie. Oh, hij sluipt wel echt heel schattig inderdaad, ja. Maar nee, ik heb er verder nooit last van. Maar misschien heb ik ze dan niet van te dichtbij meegemaakt. Ik stikte bijna mijn keelsnoepje van het lachen. Oh, doe voorzichtig. Oké. Hey, ik heb hem al te voeten, hè, jakkes. Je bent al gans. Oh, wacht, sorry. Eens even zien. Breek de bezem. Dat is het eerste wat je moet doen. Breek de bezem. Oké, kom, dan gaan we mee beginnen. Oh, breek de bezem. Mijn geheugen zit vol. In het echt? Ja, in het echt, ja. Eén moment. Zit Rick zo hoog dat je alleen de palmbomen ziet? Ja, joh. Ik wacht wel, hoor. Giet een beetje op. Giet een beetje op. Dit is echt super lang. We moeten een bezem breken. Maar het is niet echt geloofwaardig, hè, dat ik op het strand zit. Ik zit er eigenlijk ook niet, hoor. Ik zit stiekem in mijn nieuwe studio. Ik zit vast, trouwens. In een... Dat is de demper. Oh, heb ik weer te veel zitten kletsen? Oh ja, dit was met dat jongetje. Hij is ook bang voor ganzen, Doornroosje. Je bent niet de enige. Hey, daar is mijn bezem. Hoi. Auw, hey. Toe is relaxed, joh. Ik doe helemaal niks. Hij heeft slechte ervaring met ganzen. Hier, bezem. Pak hem. Oké, nee, dit werkt niet. Ik ben niet snel genoeg. Dankjewel, Marijn, voor de superchat. Bedankt voor weer een hele gezellige avond. Ah, lief. Nou, jullie allemaal weer bedankt voor het kijken. Jij ook, Marijn. Super lief. Ja, oké. Die vrouw is echt niet blij met me. Hoe komen we aan die bezem en hoe breken we hem? Ik weet het niet meer. Moeten trekken. Wacht, zal ik anders er even hier troep maken? Kijk hier. Hier, kan jij hem aan de bovenkant pakken? Ja. Kijk hier. Ik trek echt zo hard als ik kan, hoor. Misschien als ik wat meer... Nee, ik wil niet. Hij wil niet. Hij wil niet kapot. Stomme bezem. Nee, dat is niet hoe het werkt. Dat is op zich ook niet zo gek ook natuurlijk, want... Je kan deze game ook in je eentje spelen. Hoe doe je dat dan? Oh! Zo dus. Arme vrouw. Oké, wacht. Zal ik snel deze verstoppen? Zal ik deze naar de vijver slepen? Ik ga deze helemaal naar de vijver meenemen. Kom. Even langs de... Even kijken, waar moest ik ook weer heen? Ja, want dan kan ze hem niet meer vinden. Of ik leg hem bij die boer. Dan geeft ze die boer straks de schuld.
Hey, dankjewel Lisa voor de superchat. Welke provincie woon je? Je bent goed bezig. We wonen in de provincie Noord-Holland. En dan een beetje bovenin. In West-Friesland noemen ze dat. Maar het is wel in Noord-Holland. Jongens, ik heb even een missie hoor. Ik moet even deze stok wegbrengen. Oh, dat is beter. Oh, wat een teamwork. Who needs hands? Hoppa, bij de hark doen we die. Kom. Zullen we hier gewoon onze lootplek maken? Dus we doen en alles in de vijver en op het picknickkleedje. Dan wordt dit gewoon onze verzamelplek. Wat een goed idee. Wat gaan we nog meer verzamelen? Hebben jullie dit spel eerder gespeeld? Ja, we hebben het echt 1,5 jaar geleden of zo. Of 2 jaar geleden hebben we het gespeeld. Maar toen kon je het dus alleen nog in je eentje spelen. En de game is trouwens niet gratis. De game is volgens mij bijna 17,79 euro. Ja. Dat is pech. Bezem weg. Ja, kom. Sorry. Blijft dat niet zo staan? Dan lekker schudden met je kontje. Zit je nou weer naar die boer te kijken? Laat die boer met rust. Oh, sorry. Zit je hem weer uit te lokken, hè? Arme boer. Kom, we zijn nu bezig met die vrouw van de winkel. Die moeten we lastigvallen. Ik heb hier het vliegtuigje neergelegd. Oh, is dat van het jongetje? Hé, wat moeten we doen? Oh ja, sluit de jongen op in de telefooncel. Awesome. Hoe deden we dat ook alweer? Hij is in ieder geval bang voor ons. Kijk maar. Dus dat is heel makkelijk. Waar is de telefooncel? Ja, weet niet. Kunnen we hem niet gewoon daarheen jagen? Oh, even zielig. Hij is bang voor ons. Maar ik zou ook wel bang worden als de twee van die ganzen zo achter me aanrennen. Kijk, hij gaat gewoon zelf al, omdat hij bang is voor ons. Ja, ga er maar in. Kijk, hoppa. Oh nee. Oh jawel, ja, hij zit erin opgesloten. Als jullie dus meer informatie willen over de game, waar je dan op kan spelen, wat het kost en weet wat, staat altijd in de omschrijving van de video. Dus dan kan je dat gewoon terugvinden. Oh. Oh, oh. Wil je dat ik naar binnen ga? Oké. Oh nee, ik denk niet dat is wat ze wilden. Oké. Of is het een hij? Ik weet het eigenlijk niet. Niet belangrijk. Kijk! Kijk wie er op de tv is. Kom je er ook bij? Hallo! Oh. Sorry, zag je op die tv hoe dat eruit zag? Dat zag echt wel schattig uit. Wat gaat hij nou doen? Gaat hij hem bevrijden? Ja, ik snap wel dat je boze bos bent. Auw, hey! Ik zat ook opgesloten in de telefooncel. Help! Oh, nu ben je er alweer uit. Glitch. Wat zitten jullie me nou in de telefooncel te doen? Kom maar, snel weg. Oh, die mevrouw die is nog steeds boos om de bezem. Ik weet niks van de bezem. Hier is je bezem. Kijk. Hier is je bezem. Hier. Kijk maar, mooie bezem. Wil ze hem niet meer? Ik kom even de bezem brengen, maar ze wil hem niet meer. Laat de jongen de verkeerde bril dragen. Oké. Wat was dat ook alweer? Nou, er zijn hier volgens mij zonnebrillen. Of brillen vanuit de winkel. Dus volgens mij moeten we dan gewoon zorgen dat hij zijn bril verliest. Ja, maar even, dan moet je echt wat mensen afleiden. Want als ik ook alleen maar naar de kijk word, zal giftig. Oh, oké, maar waar is de bril? Eline, deze game. Hey Eline. Is die hier? Ah, hier is in de bril. Oh, dit spel is echt geweldig. Als je gewoon lekker de hele tijd vervelend mag doen. Ja, pak maar, ik leid wel af. Oh, werk niet. Hier, pak jij hem aan. Hier, kom maar. Nee, ze wil echt niet. Ze vindt die brillen belangrijker. We moeten er op een andere manier afleiden. Oh, ik heb zijn bril hoor. Oh! Huh? Oh, was dat die bril die juist op moest? Aangezien die vrouw hem pakt. Iedereen pakt zijn bril. Arme jongen. Ja. Hier, pak jij een andere bril? Dan geven we die aan hem. Ja, weet ik wel. Maar hoe ga ik die pakken dan? Kijk, want daar is die vrouw alweer hoor. Oh, ik heb er één.
Hier, neem maar. Neem maar. Neem eens een mooie Brieze bril. Neem maar eens jouw bril. Nice. Valt hij weer, hè? Is dit die bril van die jongen? Oh. Oh, ik wil zelf deze zonnebril op. Oh, 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 oh. Ik heb een zonnebril. Hier, wil je deze anders? Oh, hij is echt zijn bril kwijt. Ja, ik heb hem nu zijn zonnebril gegeven. Hier, moet even iets bij hier. Zie ik hier, hier. Oh, oh. Arme kind. Ja, zielig. Ja, daar is hij. Doe me op. Ja, nu ziet hij eruit als een coole dude. Ja, dat is wel beter. Hé, hey, had ik hier niet het vliegtuigje neergelegd? Ja? Ja, soms gaat die muziek heel hard, hè? Dat valt mij ook op, hoor. Dat zijn echt net op van die spannende stukjes, dan gaat de muziek heel hard. Als het echt te hard is, kan ik hem wel iets zachter zetten, hoor. Want soms valt het wel weer mee en soms is hij vrij rustig, toch? Klopt. Oké, wat gaan we halen voor boodschappen? Waar heb je trek in? We kunnen kiezen uit tomaten. Even wachten, ik leg deze even bij de winkel neer. Prei. Hier, worteltjes. Oh, sorry. Sorry, ga weg. Mandjes, stop. Hey, we zijn gewoon klanten, ja? We komen ook gewoon netjes afrekenen. Kijk, 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 kom, kom. Oh. Ik zit opruimen. Ja. Zeg je... Ik probeer hem op een tafeltje te leggen, maar... Ja, dat had ik gedaan, man. Ze had hem ook vast. Alleen, Ik ga kijken, hier stiekem. Kijk, daar gaat ze, hoor. Niet laten schrikken nu. Heeft hij nou gewoon... Maar dat is het vliegtuigje van het jongetje. Ik heb helemaal niet gezien dat je hem afpakte. Ja, ik had hem afgepakt. Hij lag op de bank. Wil je wc-papier? Ja, doe maar in dat karretje. Hoppa. Nice. Hadden we nog meer nodig? Oh. Oh, sorry. Ik was even lomp. Wacht. Ja. Ik weet niet. Hebben we een boodschappenlijst? Oh, kijk hier. We moeten dat ook echt doen. Doe in het mandje. Tandenborstel, toiletpapier, haarborstel, ingeblikt voedsel, schoonmaakmiddel, groente en fruit. Oké, nee, even groente. Pak ik fruit. Hallo, u heeft een klant. Hoi. Maar komt het hier niet halen dan? Nee, volgens mij lag hier ook wat, toch? Kijk, kijk, kijk. Oh. Ja. Mandje niet. Laat ze. Wacht. Oh, ik dacht ik kom naar jou toe. Oh, nee. Niet boos om de rest, hè. Maar wel om het flesje met het schoonmaakmiddel. Dat het al hier bij de prullenbak stond. Ja, je wilde het toch al weggooien. Ik moet deze verstoppen, jongens. Anders dan gaat ze zo meteen hem vinden. Waarom is hij zo langzaam met dat mandje? Omdat het zo zwaar is waarschijnlijk. Door de wc-papier. Wc-papier is natuurlijk vet zwaar. Nee, ze komt het halen. Leid eraf. Ja. Ik moet het ergens verstoppen. Gaat ze naar dat lege ding van de vuilnisbak meenemen? Ja, ze wil gewoon dat we... Kan hij hier niet op? Heb je hulp nodig? Ja. Ja, dan zie je, dat is echt die wc-papier. Is gewoon te zwaar. Ja. Kijk, hier ziet ze hem. Je mis je iets? Kijk, ik heb hier al zo'n flesje. Ja, de bezem. Ze is ook nog steeds boos over de bezem. Haarborstel. Kijk, wacht, leid jij er weer af, ja? Ik ga via de andere kant. Bezem. Ik ga dit. Dieven zijn mee. Ja, joh, jat alles. Hier kan ik mooie veertjes borstelen. Ze heeft wel de schoonmaakmiddel. Waar dan? Die is er gepakt. Ja, zit erin. Kijk, wat zit hierin? Hé, hey, tandenborstel. Heel. Ik wil gewoon een frisse nieuwe. Maar oké. Okay. Oh, oh, oh. Hij zit niet in het mondje. Nee. Ik ben even aan het kijken. Oh, oh. Nee, hier is niks. Hier is niks.
Mijn domein. Weg. Niks te zien. Hier, nee, niks te zien. Ik kom ook de weg blokkeren. Van hier mag je er niet door. Dit is verrassing. Het is verrassing voor je verjaardag. Hier. We zijn hier iets leuks aan het organiseren. Nee, moet je echt even niet kijken. Even weg. Kom. Weg, weg. Ga weg. Hier is niks te zien. Oh, ze geven me gewoon een knietje, hè? Dierenmishandeling. Ja, hoe kunnen we er afleiden? Wacht. Wat hadden we nog meer nodig? Ingeblikt voedsel. Kom, we gaan gewoon snel terug naar de winkel. Ja, ga gewoon wel jatten. En wat nog laat meer? Ze maar lekker. Ingeblikt voedsel en? Ja, en nog schoonmaakmiddel. Oh, dat heeft ze hier. Kijk hier, dat heeft ze teruggezet. Oh. Neem jij die? Ja, neem ik wel ingeblikt voedsel. Tot dit? Ja. Let's go. Ik kon ons goed boodschappen doen. Jarenlange ervaringen. Zo doen wij een boodschap in het echt ook. Gaat ze nog steeds hier ons op te wachten, zeker? Nee, toch? Nee. Waar is ze dan? Hoppa, boodschapjes yes. Gedaan. Lekker bezig. Eline zegt, ik kom trouwens net terug van de kapper en er is zo'n groot stuk af. Jeetje, nou ben ik wel nieuwsgierig hoor. Kapper geweest. Maar stuur me even een foto, Eline, dan kan ik het even zien. Ilona is ook al naar de kapper geweest. Ja, die heeft haar paars geverfd. Oh, ik zie het. Ilona, stuur even een foto. Dan gaan we het iedereen laten zien hier, als je wil. Ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Ik zie jullie al rennen door de supermarkt. Ja, dat doen we echt zo. Dat was schreeuwend. Ja, hoe moet je dan tegen iedereen tegen die tegels aan? Ja, vooral niet afrekenen. Alles kapot maken. Spullen erin leggen die niet van ons zijn. Of niet van de winkel zijn. Zit je nou aan mij te snuffelen? Nee, niks. Wat gaan we eigenlijk doen met deze boodschappen? Oh, niks. We willen gewoon voor de hap. Oh, wacht. Zullen we die dan gaan straks slepen naar... naar ons plekje. Ik weet niet of dat gaat lukken. We kunnen proberen. Laat iemand zijn of haar eigen spullen terugkopen. Hey. Oh, daar heb ik dat vliegtuig voor neergelegd. Ja, kan dat jongetje dat vliegtuigje niet kopen dan? Of zijn bril. Hoi, hallo. Wat? Nee, ik weet niks van een bsmg. Zal ik hem even zijn bril teruggeven? Nee. Deze bril is vet swag. Nee. Jawel, want anders dan gaat hij misschien niet... Ziet hij niet dat zijn vliegtuigje weg is. Oh, oké, hier. Ja, hoe krijg ik dat ding? Pak zijn bril. Ja, ik heb hem. Zal ik hem netjes terugbrengen dan? Ja, doe maar. Of wil je hem houden? Nee, ik vind hem lelijk. Oh, Eline heeft een foto gestuurd. Mag ik hem laten zien, Eline? Op de stream? Even kijken. Ah, oh, je haar is echt super lief. Wat echt leuk, ook met die laagjes zo erin. Staat echt heel leuk. Oh, Ilona heeft ook een foto gestuurd. Ja, ik ga ze laten zien hoor, hier. Zeg maar even of je dat wil. Dan weten de mensen thuis ook hoe jullie haar zit. Maar Eline, je haar is echt heel leuk zo. Staat heel lief. Je haar was echt inderdaad lang. Kijk, iedereen is nu natuurlijk super nieuwsgierig, hè? Iedereen wil nu per se weten hoe het eruit ziet, het haar. Oh ja, het vliegtuig moet je hem laten zien en het hem dan laten kopen. Ah, oké. Okay. Thanks. Thanks, Marije. Ja, je mag hem laten zien, hoor. Oké, nou. Eline, de upgrade van de haar. Kunnen jullie het ook zien? Het was echt helemaal bij haar tot... nou, volgens mij echt al tot in je middel. Dat is heel leuk zo. Eline zegt ja, of Ilona zegt ook. Ja, laat maar zien, hoor. Oké. Gaan we naar Ilona toe. Oh, dat staat je vet leuk. Even scherp worden. Ah, wordt scherp. Kijk. Oh, vet leuk. Zo mooi zo in het paars. Nou ga ik ook iets leuks doen met mijn haar. Maar ik wacht pas donderdag naar de kapper. Oh, ik rek even mijn schouder op. Ja, ik had even haar upgrade tijdens de heftige muziek. Heb je er weer in de tussentijd als een ding laten kopen? Nou, nee, nog niet. Ik heb hem wel in de winkel gebracht. Maar we moesten hem laten zien, hè? Ja. Ik vind het echt zielig. Hij is echt vet bang voor jou. Ik snap het wel. Je pakt zijn bril, je laat hem struikelen, je jat zijn vliegtuig. Deze gozer heeft inderdaad ook echt slechte ervaringen met ganzen. Oh nee. Oh. Kijk, maar... Oh, hij is wel zijn vliegtuigje aan het zoeken trouwens, hè? Hier, kom maar. Oh, hij is boos, joh.
Hé, hier staat trouwens ook een bord. Had je dit al gezien? Stond dit er net ook al? Wat is dit? Hij was net toch al zwart? Geen wandelende aubergine. Ja, sorry, we zijn geen wandelende aubergine. Waar zijn de vleugels ook? Ja. Ja, we gaan weer door, mevrouw. We gaan. Oké, we moeten het hem laten zien. Heeft hij zijn bril weer op? Waar is hij? Dude. Hier, kom maar. Ja, kijk. Ja. Je kan het kopen bij de winkel. Ik heb hem even laten schrikken. Oh nee, dan gaat hij meteen weer helemaal Waarom weg. Waarom doe je dat nou? Ja, omdat hij zo hard achter je aankwam. Nee, ik dacht, ik ga hem even... Ik liet hem juist... Oh, oké. Okay. Oh, hij heeft hem weer gezien. Hij heeft hem weer gezien. Ja, ja. Het loopt een beetje voor de voeten. Oh nee. Oh, mevrouw. U verpest alles. Verpest alles. Ik ben niet blij. Ja? Is het gelukt? Nee, die mevrouw is boos, joh. Oh. Maar ze ziet nu niet dat hij hem jat. Hey. Nee, oh, het werkt wel. Oh, nice. Die is van mij. Nou, echt niet. Die lag gewoon in de winkel. Iedereen ongeveer in dit spel is boos op jullie. Superleuk spel. Ik ga je nog betalen ook. Wat een sukkel. Ik had mijn moeder verhaal. Ja. Wat is er met die huilende... Wat is er met die pop? Oh, 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 nee, nee, nee. Ik doe toch niks. Jeetje, die muziek wordt inderdaad ook echt dramatisch op het moment dat ik überhaupt één voet die winkel instap. Hoor maar. Nou weg. Oké. Wat voor opdracht hebben we nog? Sluit de winkelier op in de garage. Oh, kijk. De garage is open. Oh. Ik kwam op dat brillen. Goed? Ja, ja, ja. Ik kan wel tegen een stootje. Oké, wacht. We moeten eventjes wat... Wat zit ze de hele tijd? Wat is dat boven haar hoofd? Geen idee. Is dat gewoon de troep die jij hebt lopen maken? Ja, iets uit de winkel. Kom, kom, kom. Lokken er met... Dit ding wil ze toch vet graag hebben? Ja? Dan lokken we er hiermee de garage in. Doe jij de deur dicht? Ja, maar dan moet je wel dat ding meenemen. Nou, dat is wel wat anders. Ja, goed zo. Ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. Rennen, ja, ik ren zo hard als ik kan. Zij rent harder dan dat ik kan. Oké, nice. Doe jij hem dicht? Doe hem dicht. Ja, maar dan sluit ik jou ook op. Hoppa. Ja, maar jij bent nu ook opgesloten. Ja. Ik zie je door het raam. Gaat alles goed? Ja hoor, werkt. Zelfs met jou erbij. Ik heb Rick ook opgesloten. Lekker rustig. Doei! Later! Ja, later. Ja, later. Hoe kom jij er nu uit? Oh! Oh, je loopt gewoon achteraan! Hallo! Nee, hier is niks te zien nog steeds niet. Niks. Ik heb wel dit ding voor jou. Niks te zien. Ja, ze gaat hem nu halen, hè, in dat ding. Wacht, hier. Doe het. Oh nee, ze heeft het gezien! Oh, help, help, wacht, help! Nee, ik bescherm hier. Hier is niks te zien. Niks. Oké, okay, nou, ik geef me over. Ja. Of toch niet? Nee, toch wel. Of toch niet? Ja, nu kunnen we door naar de volgende level, inderdaad. Ik bescherm hier nog steeds onze prooi. Oké. Okay. Wat doe je, ja, mevrouw? Ja, loop maar weg. Loop maar weg. Het was gezellig in de winkel. Heel gezellig. Hallo? Hallo? Ik ben voor de extra televisiezenders. Zo, ik heb echt eventjes... ik weet niet wat ik heb gedaan. Oh, zit je op een beetje raar? Hier verrekt. Ja. Oh. Gelukkig heb ik heel veel TikToks opgeslagen. Je moet de garage dicht doen en bangmaker en dicht doen. Maar is toch al gelukt? Ja, maar ik denk... Hey, hey, nee, 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 ze pakt mijn borstel. Ah, dat geeft u niet. Kijk, we hebben alles gedaan, joh. Oh ja, dat is waar. Maar toch, mijn borstel werkt er dan goed. Ik neem wel mijn schoonmaakmiddel mee. Zullen we de walkie-talkies meenemen? Dan kunnen we met elkaar praten als we te ver bij elkaar vandaan zijn. Oh, dat is beter. Dat is beter dan schoonmaakmiddel. Hoor je dat? Een schotelgans, ja. Lep, 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 lep. Ik hoor je over, luid en duidelijk, over. Rick, over. Hallo, hallo. Hoort je mee? Ik hoor je luid en duidelijk, over.
wie zijn deze spullen eigenlijk ook? Ik heb geen idee, ze zijn nu van ons. Hé, hey, kijk. Oeh. Oh, ik heb weer de boel gesloopt hoor hier. Hallo! Hallo! Daar zijn we. Oh. Nu moeten we niet zoveel herrie maken. Even kijken. Oh, je wil daar naartoe? Oh jeetje, je gaat meteen helemaal overal naartoe. Ja, ik weet alleen niet zo goed meer wat we hier moesten doen. Laat iemand de dure vaas breken. Help de vrouw bij het aankleden van de buste. Laat een man zijn thee uitspoelen. Draag een strik om je nek. Laat een man op blote voeten lopen. Doe de was. Okay, zullen we beginnen met laat iemand de dure vaas breken? Let's go. Anders doe ik het zelf al. Doei. Doei. Oh, oh, oh. Hoe breken we hem dan? Laten we gewoon aan de buurman over. Die gooit toch gewoon aan de overkant. Nou, dat was makkelijk. Hoewel, dat was hij. Hey. Hey, auw, hij gooit gewoon alles daarheen. Die is helemaal niet van de buurvrouw. Die zou maar zo'n buurman hebben. Hij lijkt trouwens wel een beetje op me. Je zou maar zulke ganzen hebben. Ik weet het niet hoor. Nou, ik weet niet. Ik heb liever die ganzen dan die naar. Kijk, dit ben ik blijkbaar. Ik woon hier. Ik sta hier lekker te schilderen. Ziet er goed uit. Ja, ik heb wel een kwast. Kijk, ik ben nu Crea Gans. Kijk. Oh, ze is niet blij. Hoor je dat aan de muziek? Kan ik hier verf op de muur? Nee, ik kan helaas niet verf op de muur. Oh, jammer. Ik denk, anders maak ik alles paars. Hey, wil jij eens een mooie strik om? Ja. Ik doe even mijn kwast hier. Oh ja, hoe deden we dat ook alweer? We moeten dan in ieder geval op de plek staan van dat beest. Hey, je hebt de plek staan van die... Ja, even kijken, ja. Doe hem zo even. Nee, ik deed niks, Bijna moet die gans heen. Moet die gans ook... Nee, ik ben een gans. Maar ze komt nu teruglopen met die gans, dus dat gaat toch niet? Jawel, oh, maar. Nee, ze heeft hem niet. Hey, wat doe jij nou? Sorry. Oh. Als we door... Dat jij... Ja, die gans moet echt weg. Wacht, die gans moet weg. Laat die gans verdwijnen. Weg. Oh, hier, kom. Hier, dat kastje. Ja, kijk, hier, kijk, we hier. We in het kastje. Nee, hier, kijk. Wat wil je daar doen? Denk ik. Kom. Hier, doe het kastje eens open. Dan stop hem in het kastje. Was toch niet een laag? Trekken. Trust me. Okay. Oh. Oh, sorry van de laag. Sorry. Oh, nee. Help. Oh, ze gooit hem weg. Ik heb hem. Ik heb hem. Nee, ze vindt een gansje echt heel mooi. Geef mij die gans. Dat is mijn broertje. Versteende broertje. Ga nou niet via die gans. Hey, de stoppen comment is ook gemaakt op It Takes Two. Die moet ook even aangepast worden. Wat? De stoppen comment. Oh, oké. Die staat ook nog op It Takes Two. Dankjewel, Ilona, voor het scherpheid vandaag. Dat zijn wij niet. Er zit een gat. Zal ik dat even doen dan? In het. Bij de strijken waar je steeds langs bent gelopen. Er zit een gat in de struiken. Ja, dat dacht ik ook, maar. Wat is niet? Kijk maar, het is dicht. Is een gat. Ja, er staat hier. We proberen wel het hoofdstuk uit te spelen voordat we stoppen. Ja, hou ik dat al weg. Even kijken, waar ben jij? Je bent nog daar. Ja, oké, sorry. Ja, sorry van je vaas. Dat was niet de bedoeling. Ik was het niet. Maar ik vind het ook vet zonde. De vaas lelijk. Oeh! Oh, wat is dat voor herrie? Wow, ik schrok me dood. Sorry. De buurman schrok ook. Ik heb wel weer een strik. Haal dat beest weg. Haal die gans weg. Ja, maar echt. Haal die gans weg. Ik zal die vrouw even afleiden. Ja, ik weet niet hoe nog beter ik haar kan afleiden, maar...
Ze is echt niet blij dat die gans is die weghaalt. Ah. Ja, nice! Oh. Oké, wacht. Ik heb hier... Nee. Gooi hem niet naar de overkant. Maar misschien valt hij ook wel kapot. Ik kan er net niet... wacht even. Ja, oké, ik ben er ook overheen. Hoi. Mam. Ja, hallo. Wat gaat hij doen met die stok? Wil ik dat weten? Nou ja, hij gaat hem teruggeven. Hè? Dat is niet hoe het moest. Dit is niet hoe het werkt. Hij moet hem in de tuin verstoppen, maar hij moet het niet zien. Maar hij stond er al naast toen we er aankwamen. Oh. Omdat ik te veel herrie aan het maken was. Oké, als jij me even afleidt... Ja. Dan ga ik wel proberen... Laat los, buurman. Laat het los. Wacht, ik leid hem af. Oh, hij wil nu toch liever spijpen. Maak je niet zo druk om die gans. Hij is niet eens van jou. Maak je niet druk. Nee, dit gaat hem niet worden zo. Hij moet en hij zal. Nou, misschien breekt die gans gewoon kapot. Net als die vaas. Kunnen we niet... Het is heel moeilijk, zeg. We proberen het even op een andere manier. Laat hem maar. Oké, doei, buurman. Gezellig. Hallo, buurvrouw. Daar zijn we weer. Heb je ons gemist? Als hij hem hierheen gooit, hè? Dan haal ik hem snel weer weg, ja? Gooi maar. Ga klaar. Go. Ja, ik kan niet verder. Ik ga hem weer wegjagen. Kom even lekker een beetje deze kant op. Ja, kom maar. Ik ga... Oké, laat hem daar liggen. Nee, niet te ver. Dat ziet nee, ik dacht dat ik hem al los had gelaten. Ja. Oké. Hey, buurman! What's up? Alles goed? Ja? Later. Wat zit jij nou weer te pikken daar? Wow, zijn jullie al een uur aan het streamen? Wow, zijn we al een uur dit aan het spelen? Echt? Oh, over een uur gesproken. Thanks for the reminder. Kijk, yes! Dank je. Ging precies goed. Iemand zegt, shit, ik heb heel veel niet opgelet. Ik snap er meteen niks meer van. Nou, we hebben een taak. Dat we draag een strik om je nek. Dat is wat we nu proberen. En ze heeft een strik bij de gans. Maar... Kijk, nou weten we nog van de vorige keer dat ze het speelde dat Rick moet doen alsof hij die gans heeft. En dan doet ze hem bij hem op, maar dat wil ze de hele tijd niet doen. Ze jaagt hem de hele tijd weg. Ik snap niet waarom. Misschien omdat hij nog niet echt goed weg was, dat gansje. Kijk, dat is hem. Tadaa! Oh, je is zo deftig. Pst. Wat een mooie strik. Mijn strik. Hé, ik jatte meteen. Ja, ik wil deze strik. Nou, dan had jij moeten gaan staan. Hoe moet ik dat doen? Mijn strik. Oh, sorry. Nou voel ik me helemaal lullig. Ik wist helemaal niet eens dat het kon. Oh, kijk. Ga je achter de bosjes staan, ja? Ja, dan ga jij hem zeker meteen bij mij jatten. Nee, zal ik niet doen. Ik sta heel stil. Ja, staat jou ook wel beter. Kom snel wegwezen. Oh, nee, maar jij mag hem ook wel weer om, hoor. Nee, kom snel weg. Hup. Want dan gaat ze anders mijn strik eraf halen. Ja? Zo, gejat. Hey, buurman! Wat vind je van mijn nieuwe... Waar is buurman? Huh? Buurman! Oh, hey, buurman, wat vind je van mijn nieuwe strik? Ja, oh, nou! Moet hij hem nou per se zelf hebben? Wat een hebbert. Geef je me mijn strik? Heb ik gekregen. Ik heb er mijn best voor gedaan. Hij haalt hem gewoon... Geef je hier. Mijn strik. Kan ik hier zwemmen? Ik doe niks. Even een beetje dorst, hoor. Hij wil niet echt. Oké. Dit schiet niet op. Wat moeten we doen? Laat de man zijn thee uitspugen.
Hoe deden we dat ook alweer? Met die bel waar jij zo... Was dat met die bel? Was dat daarvoor? Ja, ik blijf wel van deze kant. Hoi, buurvrouw. Oké, moet jij even zorgen dat hij zijn theetje gaat drinken? Doet hij dat gewoon vanzelf? Ja, ik denk vanzelf. Ja, mensen in de chat zeggen het ook, maar ja, met die bel inderdaad. Oké. Kijk, je ziet al dat dit niet vertrouwt, hè? Kijk, jij dan sneak je achter dat bosje staan. Ja. En waar is Herbert? Ik. Volgens mij zijn jullie de Herbert. Ja, erg, hè? Neem lekker een slokje thee. Maar. Wacht tot hij het in zijn mond heeft. Ja, doe. Verkool. Hier. Oeh. Verkool. Je zou zulke ganzen hebben. Die dan ook nog serieus echt gaan uitlachen. Hé, ik heb zeep. Waar hadden we dat ook alweer voor nodig, zeep? Om je mond te spoelen. Nou. Oh nee, ze heeft het alweer afgepakt. Oh. Toch niet. Even kijken hoor. Doe de was. Huh? Oh, daar hadden we zeep voor nodig. Is het niet gelukt? Nog een keer? Hij spuugt het toch echt uit? Ik niet in jouw kant stond. Oh, oké, kom even hier. Want hij spuugt dan het wel echt uit. Ja, toch? Ik weet niet hoe hij het nog meer kan laten uitspugen. Kom maar hier, kom. Hallo, mevrouw. Hey, mevrouw. Hey. Wil jij het doen? Wij zijn maar twee gansjes die niks doen. Ja, dan ga ik wel hier gewoon gaan kijken. Oh. Oh, dat is leuk. Hey, mevrouw. Oh, doe nou niet. Oh, sorry. Kijk, nu schrok je weer. Oh. Ja, zo boos. Jongen, maakt ik weer te veel herrie. Dat is gewoon het geluid van mijn stem. Kan ik ook niks aan doen. Ga gewoon even je krant lezen, ja, man. Ja, ruzie maken man. Hier zo. We zitten hier in jouw eigen tuin, hè. Ga gewoon lekker thee drinken. Ga gewoon lekker zitten. Jongen. Ga gewoon naar binnen. Nergens meer buren van tegenwoordig. Kijken. Ja, man. Zo boos. Ik woon hier. Nou. Ga dan maar je thee drinken. Die voetjes ook voor jou, die plek. Doe het. Oh. Te laat. Oh, sorry. Dat is mijn nieuwe instrument, buurman. Dit mooi? Nee, hij is er niet blij mee. Ja, we maken echt iedereen boos, hè? Dat is toch ook erg? Ja, okay, sorry voor de bel. Doen, hoor ik. Ja, nee, we hebben die spugen nog niet gehaald. Ik probeerde die nog een keer te halen. Nou, hij moet toch eerst terugkomen. Ik had hem afgeleid. Oh, oké. Okay. We gaan de was doen. Waar? In het bad? Waar zitten plantjes in het bad? Dit bad? Is? Ik heb geen idee. Gewoon daar, aan de wasleen. Wacht, ik ga even kijken hoor. We moeten de vrouw helpen bij het aankleden van de buste. Ja. En we moeten de was doen met een BH, een paar sokken, een pantoffel en een stuk zeep. Oké, oh, de sokken we dat, weer. Oh, ik weet al hoe we dat gaan doen. Kunnen we vanaf deze kant er ook in? Nee, we moeten het open hebben. Want dan gooien we de zeep in het bad daar. Oh, in het vijvertje? Ja, in het vijvertje. Oké, nee, dan moeten we ook een keer omlopen, denk ik. Hij heeft het weer gevonden, hoor. Toch niet zo je tuin op te ruimen. Ga dan gewoon lekker thee drinken, joh. Oh, ze heeft het alweer gevonden. Kijk, hij gaat weer met z'n tweeën. Met z'n thee. Ik ga het nog een keer proberen. Oké, precies op het moment... Ja, nu! Doe het! Juist. Ja, dat was het. Jij moest inderdaad ook aan deze kant zijn. Oké, kunnen we dat hek open laten staan? Of moeten we gewoon alles gewoon via deze kant verplaatsen? Zullen we dat gewoon proberen? Kijk, ik ben nu aan deze kant. Ja? Ja, dan doe jij het hek open. Kijk, ze zijn ruzie aan het maken over de dinges. Oké, wacht. Dan pak ik de BH. Kijk, dat is handig als je... Kijk hoor. Ja, zo. Dat is mijn BH. Die zit in de was. Nog een sok. Waar was de zeep? Hierboven? Bij het bad, ja. Kan ik daarbij zonder dat jij...
Nee, ik loop wel even... Oh ja, oh, kom snel. Hé, mijn sok. Ik moet gewoon wassen. Hij is een beetje vies, mijn sok. Ja hoor, gelukt. Hoppa! Oké. Okay. Ja? We hebben nu alleen nog een pantoffel nodig. Die moeten we van die man. Als hij zijn krantje ziet lezen. Hoi. Oké, okay, pak hem. Ja, rennen. Ja hoor, ik heb de was gedaan hoor. We hebben boodschappen gedaan, we hebben de was en we zijn weer productief vandaag. High five. Hij pakt het gewoon eruit. Het is onze was. Hij voelt mijn was af. De wassen. Spantoffel. Ja, maar hij kan er niet bij, denk ik ook wel. Kunnen we zo'n pantoffel niet ergens verstoppen waar hij er nooit meer bij kan? Een mooie plek om de was te doen. Ja, toch? Ja, goed. Laten we erin. Zou je die ook teruggooien? Geen idee. Ga maar even stoppen. Hier, wat, zal ik het hek weer voor je open doen? Ja? Je ook? Ga eventjes deze verstoppen. Zodat die man zijn pantoffel niet meer heeft. Dat is een straf. Okay. Voor zo lelijk doen de hele tijd. Stop het hier. Kijk, zo, daar vindt hij het van. Kom, we gaan voor de volgende. De buurman die gaat er vandoor met de BH van de buurvrouw. Ik hoop dat ze een goede band hebben. Ja, dat hoop ik ook. Wel het mooiste dat hij niet eerst zijn eigen pantoffel pakt, maar de BH van de buurvrouw. Ja. Oké. Okay. Laat de man op blote voeten lopen. Oh, moeten we die andere ook nog pikken dan? Ik is verdicht. Wat moet je daarmee? Die hebben we niet nodig, toch? Jawel, die gaan we op dat ding doen. Oh, oké. Okay. Pak hem. Kun je hem pakken? Ik leid hem af. Heel hysterie. Ah! Blijf van mama op zijn pet af. Sorry, buurman. Oh. Ja, wij zijn de nieuwe huisdieren van de buurvrouw. Oh. Ben je gezellig? Jeetje. Ja, dat was hysterisch. Maar er moest ook een... Moet er dan nog meer bij? Mm-hmm. Moeten we dan ik ook... Ik denk dat pijpje ook nog. En, Misschien die BH. De BH natuurlijk niet. Dan kan hij die BH aandoen. Dan gaat ze het niet doen. Hallo buurman! Daar komen we weer! Ik doe het pijpje en die bril. Oké, ik doe het pijpje. Oh, kijk hoe wijs dat pijpje me staat. Hé, ik kan niet het hek openmaken en zijn peepje dragen. Oh. Kom, let's go. Ja, ik heb hem. Oh, nee. Ja, oh, ze doet het er echt... Kijk, ze is veel blij ermee. Ik doe het nog even de bril. Kijk, we komen allemaal spelletjes brengen. Die waren gratis. Die buurman, die houdt het gewoon, hè? Ja, die buurman die geeft alles terug. Ja, jullie zijn wel echt erg. Je mietet het over het hek. Huppa. Even fixen hoor. Nou, nog één pantoffeltje. Weet je wat ik me afvraag, hè? Als we die radio halen van ons kleed, zou die buurman daar blij mee zijn als hij de hele tijd aanstaat in zijn tuin? En dan gooit hij hem naar die buurvrouw, maar dan hoort hij hem nog steeds de hele tijd. Ja. Dat gaan we zo doen, ja? Oké. Okay. Maar ik wil eerst dus zorgen... Ja, boos hier aan het zijn waarschijnlijk. Hier, man. Oh, hey. Hey. Pantoffels weer aan. Nee, hey. kijk. Er staat hier verboden voor ganzen. Ah, dat is altijd een goed teken. Zodra... Dan weet je dat ze het bijna hebben opgegeven. Dat ze het leven bijna opgeven. Ja, laat de man op blote voeten lopen, moeten we nog. Nou, ik vind het wel netjes van hem, omdat hij alles weer netjes terugbrengt. Hoe gaat hij deze sok houden? Hier, sok, buurvrouw. Dat was wel een harde sok. Laat hem lekker zitten. Waarom was die sok zo hard nadat hij bij de buurman vandaan kwam? Ik vertrouw het niet. Hoe stelen we zijn andere pantoffel? Gewoon... Je moet gewoon even wachten. Gewoon, kom.
Nee, ik doe niks. Ik zit gewoon te kijken. Oh, gewoon achter het bosje. Oké, okay, bye. Doet hij ook zijn andere been dan in de lucht? Ja, af en toe. Ik zie een schijf. Kijk, je zit toch weer... Kijk, je doet het nou niet. Kijk, nu. Pak hem. Yeah. Gaat het niet eens door? Doe jij het hek open? Nee, je wil hem ook echt... Oh. Ja, tuurlijk. Ik gun hem geen pantoffel. Let's go. Had hij niet zo moeten zeuren over mijn nieuwe instrument. Dan had hij zijn pantoffel mogen houden. Hoppa, netjes opgeruimd. High five. Oh. Oeh, daar heb ik zin in. Hey buurman. Daar zijn we weer. Weet je nog die roos waar je zo super, super trots op bent? Even kijken, hoe gaan we dit ook alweer doen? Oh, ik denk dat ik het nog weet. Even het plantje lelijk maken, hoor. Hé, hey, buurvrouw, we helpen met snoeien. We maken hem heel mooi, buurvrouw. Stinkganzen zijn het. Is hij al lelijk genoeg? Zeg, buurvrouw. Ik vind wel dat je deze... Oh, pardon. Sorry, dat ging echt per ongeluk. Het spijt me. Dat deze... Kan wel een beetje gesnoeid worden, hoor. Oh, ze komt al. Ga nou weg. Oh. Ik weet niet of die lelijk... Hey, heeft ze hem gelijmd? Kijk. Ja. Oh, sorry. Ik wilde alleen maar even kijken. Hij leidt er niet af. Nee, ik neem wel even een Maltese. Ja. Dit gaat snoeien, hoor. Dat wil ik van dichtbij zien. Yep. Gelukt. Dan ben je niet blij. Kijk, ze verstopt hem ook achter de rug. Ziet de buurman het al? We gaan naar de buurman. We gaan snitchen. Nee, we gaan snitchen. Kom. Hé, hey, buurman! Moet je eens kijken, joh, wat buurvrouw heeft gedaan. Ja, echt belachelijk. Oh, het is echt erg. Nee, wij waren het echt niet dit keer. Ik kan het niet snoeien. Ik heb geen... Kom hier, moet je kijken. Buurman, kom. Ja, pak hem gewoon op. Ik heb een cadeautje voor... Oh, dat is allemaal verdrietig. Hé, hey, buurman. Oh, hij is boos. Wat doe je me nou? Zo. Kijk ons ook zo. Vet trots. Rondlopen. Ja, we zijn hier niet meer welkom. Zou dat toch kunnen? Waarom zou dat toch kijk zijn? Kijk hier, buurman. Kijk hier. Ja, hier. Bewijs. Bewijs. Dit is gedaan, hoor. Kijk hier. Bewijs. Kijk. Hier. Ja, kijk, zie. Kijk hem boos zijn, ja. Dat deed ze gewoon. Ik heb het er ook echt zien doen. Oh, ja, belachelijk. Ik ben ook net zo boos. Kom. Slecht. Stoute buurvrouw. Hoe durf je zomaar belachelijk kapot maken? Belachelijk. Zal jouw bloem eens kapot maken? Oh, wacht. Hey, dat is leuk. Ja, kijk, hij is open nu. Oh, yeah. We kunnen verder. Doei. Wacht even. Die deur achter je dicht. Oh. Oh. Ja. Hoezo mogen we... Dit moet weg. We zijn lief. We doen helemaal niks. Oh. Hey. Oh, zullen we maar snel weggaan? Ja, voordat we er niet meer uit kunnen. Kom, we gaan die radio halen. Hé, hey, kunnen we er hier niet uit? Nope. Moeten we dan via de buurmans tuin? Helemaal om. Ja, dan kom. Laat die tennisracket nog even... We gaan hem irriteren met die radio. Hoi, hallo buurman. Doei, we gaan weer. We gaan hoor. Ja, voor ons heb je geen last meer. Kom mee. We gaan... Duim terechtkomen? Nee, toch? Moet je dat hekje openen? Oh, haal dat ding weg. Dan zijn we weer welkom.
Nee, hier is de tuin van de buurvrouw dan. Oh! Kijk, kunnen we ook niet makkelijker komen? Maar we kunnen wel, kom. Kijk, we kunnen wel makkelijker zijn. Nu hier. Huh? Zit hier we. Ergens dat hekje? Ja. Geen idee. We kunnen uitzoomen. Kijk. Oh! Dat was vet slim van jou. Geweldig, oké, kom. Ja, hey, boer! Lang niet gezien, man! Fakka! Zie je? Ik hoor hem niet meer. Nee, ik ook niet. Hey! Hey, radio. Buurman. Oh nee, niet buurman, boer. Waar is mijn radio? Past weer onder die. Hij heeft hem weer hier opgeborgen, hoor. Hier, wacht, ik pak weer deze. Pak jij de radio? Kom rennen! Kom via die kant! Oh, we gaan via die kant? Ga door de geheime ingang. Ik ga niet! Je was te ver weg. Oh, sorry. Ik dacht dat je door het andere deurtje wilde. Nee, want die hebben we niet open gedaan. Ja, rennen. Ja, wacht, we doen eerst even dat andere deurtje open. Dan kunnen we via de bovenuit. Kom. Oh, ik zat echt op een slaten. Op een slaten tollen. Is hij niet meer open dan? Heeft hij hem weer dicht gedaan? Nee, kijk, je hebt als het goed is. Echt in het volgende leven, mensen, kom ik terug als deze gans. Nou, dit is ook mijn levensmissie dan. Gewoon vervelend zijn. Nee, dat zou ik niet kunnen. Hey. Kijk, zie je? Ja, nice. Dus als we hem nu pakken, dan kunnen we hier boven en dan linksaf. Dan hoeven we niet langs die... Oké, ik pak weer deze. Rennen. Doei, boer. Ja, als had die vrouw van de winkel weer met de bezem zitten rammen. Voor iedereen die moet gaan, wel te rusten. Of, tot ziens, in ieder geval. Ik weet niet of je gaat slapen, maar... Doei! Kijken jullie kinderen ook mee? Nee, die zijn nu inmiddels al geslapen. Die waren een beetje moe vandaag. Die waren de laatste paar dagen laat naar bed gegaan. Tenminste, ik denk dat ze aan het slapen zijn, want ze logeren bij elkaar. Dus... Ja, dat is altijd een... Ja, maar goed, dan merken ze dat morgen vanzelf wel als ze moe zijn. Kunnen hem ook overal mee naartoe nemen, die radio. Dat is wel gezellig. Oh. Hey. Ja, maar ik ben dus nu benieuwd of die... Zet hem uit. Hem uit. Hij is echt intelligent. Hoppa, van de buurvrouw. Hoi, hallo. En die roos is weer aange... Ach, kijk, ze hebben hem geplakt. Ze hebben hem met een pootje erop geplakt. Oh, wat lelijk. Ik wil er niet door. Waar is, waar is de radio? Oh, hier. Kijk. Kijk, maar zij doet er niks mee, want ze doet met die walkie-talkies ook niks. Kijk, dan, kunnen we de buurman... dan kunnen we de buurman irriteren. Met de... Kijk, zie, jij vindt het nu al vervelend. Nee, hè? Het boeit hem niet. Oh! Toch wel? Oké. Kom maar aan. Ja, we nemen de muziek mee. Let's go! Ja, nemen we hem overal mee naartoe? Hebben we deze niet nodig, denk je? De tennisracket? Necklace, be like. Oh, hey. Waar ben jij helemaal? Oh, pardon hoor. Oh, sorry. Oh, pardon. Hey. Oh, dank je. Ik wilde net zeggen, waar is mijn radio? Nice. Ik heb wel een beetje slecht ontvangst hier. Kijk. Hoppa. Oh. La. Ik ben hier. Ik heb meestal alleen nog mijn rolschaatsen en dan ben ik helemaal compleet. Hierbij, alles. Ah!
Hey. Oké, wacht. Ik zet even de radio hier neer, ja? Ja. Nou wordt een beetje zwaar in mijn bekje. Waar, Hey. Ik zit daar in Spain. Nu gaan we weer terug, toch? Er. Ja, volgens mij komen we nu... Dat is altijd een beetje gedesoriënteerd kijk, in deze kijk, game. Hier zit het bankje. Nee, we gaan nu naar beneden. We gaan nu terug. Oké. Okay. Wat is het doel van het spel? Vervelend zijn? Ja, dit is het doel van het spel. Oh, we moeten nog even naar een nieuwe plek voor een nieuwe level. Oh, wacht. Dat is rap. Ze zwemmen wel heel parmantig. Ja, wil je dat meenemen? Ik moet weer even mijn snavel houden. Meenemen dan. Waar gaan we heen? Maar de pijl zegt die kant op. Oh ja! Ik wil erin. Kijk ook, kijk ook. Oké, we moeten het restaurant in. Ik weet van de vorige keer dat we naar binnen gesmokkeld konden worden als ik in deze doos ging. Ah, daar komt ze. Anders komen we niet binnen. Maar ik weet niet hoe jij nu binnenkomt. Want dat is nu wel even de vraag. Want ik kan wel via de doos. Komt goed. Zo, nu is iets wat ik erin zit. Zo dom. Of niet? Oh, jawel, helaas. Verrassing! Gefeliciteerd met je verjaardag! Surprise! Oké, wacht. Ik zal dat even niet meer doen. Ja, hoe krijgen we jou naar binnen dan? Of loop jij er gewoon stiekem achteraan? Kunnen we met de auto? Kijk, misschien als ik hem hier, als ik gewoon... Met hem ga praten. Aan hem ga vragen, ja. Of ik naar binnen mag. Misschien kun jij er dan langs lopen. Nee. Hé. Hey. Oh, hier ligt een speen. Ja, die had ik meegenomen. Oh. Kunnen we erop sluiten? Wat een vervelende ganzen. Oh my. Zit jij er nu stiekem in? Heeft ze dat niet gezien? Mij wel hoor. Nee, ze heeft het niet gezien. Zit jij er nu in? Kijk, pak jij die andere doos. Pak die doos. En dan ga je daarin. Jij bent erin. Ik kan er niet. Ik ga gewoon rennen, ja? Nee. Ik mag er echt niet in. Okay, je moet even zorgen dat ik ook binnenkom. Want ik ben helemaal hier. Oké. Dat kan wel, toch? Ik kan mijn beste. Ik kan die doos alleen meenemen. Ik kan er niet in. Oh, ze komt de doos weer terugbrengen. Oh, dat kan ook. Nou, dus je bent klaar met werken voor vandaag. Kijk, deur dicht. Ik kan er net niet bij de doos. Oh, nee. Oh, ik wilde alleen maar helpen met opruimen. Oké, ze zet hem daar weer neer. Oké, wacht even, als ze niet kijkt dan, hè? Ja. Gewoon hier. Hier is mijn huis. Oké, ik zit erin. Maris, je weet dat je die gans zelf bestuurt, hè? Dus misschien doe jij vervelend in plaats van die gans. Nee, dat is die gans. Nee, het moest. Het moest. Echt niet omdat ik het wilde, het moest. Mag ik er al laten schrikken? Bijna. Want je moet daarna hier naartoe vluchten. Verrassing! Oh, gaat eruit. Go. Hier. Ja, ik probeer het. Oh, weg met die doos!
doos, ik moet er langs. Ik neem de doos mee. Ja, ik neem de doos mee. Oh my god, wat een ellende. Ja, wat... Waarom komen we... Oh, komt iemand heel boos kijken? Ja, je hebt er zo'n zootje van gemaakt. Ja, ik zit ook in de doos. Ik wil niet in de doos. Oh jee, hoe krijgen we die doos hier weg? Ja, laat hem maar, laat hem maar. Zo. Maar die arme vrouw heeft nu geen doos meer. Dat is toch niet ons probleem? Wat moeten we doen? Nou, ik denk die doos weghalen. Want anders dan kunnen we er niet meer uit. Kom, dan duwen we het aan de kant. Ja, maar dat lukt dus niet. Oh, huh? Hoe loop jij er gewoon langs? Oh, langs lopen. Kijk, ik kan er alleen maar in. Ja, je hoeft ook niet rondje te drukken als je er langs loopt. Oh. Je kan gewoon er langs lopen. Oh, oké. Okay. Hallo, hallo, mensen in het restaurant. Leuk om jullie te zien. Oh, zijn we een spelletje aan het spelen? Ja, dat kan ik ook. Hé, hey, hoezo mag ik niet meedoen? Vet goed. Kijk maar. Hop, bijna. Oh, het moet vanaf daar. Oh, bijna mijn hoofd. Oké, wacht, kan ik ook vanaf daar? Let op. Kan ik ook. Wop. Bijna. Nee, wacht, dat die gaat zitten, kijk. Oh. Ik wil die mondharmonica. Oh, ik vind die mooi. Je brengt mijn plan weer. Oh, het spijt me, het spijt me. Wat was het, laat de oude man op zijn gat vallen, oké. Okay. Ik was aan het wachten tot hij ging zitten. Ik ruim zijn spel wel op, hoor. Oh, ik had hem raak. Netjes. Het is zo'n simpel spel, maar het is gewoon hilarisch om naar te kijken. Ja, maar toch als je het aan het spelen bent... Kijk, wij hebben hem al een keer gespeeld, dus we weten heel veel van die missies nog wel. Maar toch als je het aan het spelen bent, is het soms echt wel uitzoeken wat je moet doen. Maar jullie nu niet, omdat je nu hebt zitten meekijken. Maar wij hadden wel af en toe in het begin dat we echt niet zo goed wisten wat we... Hoe we bepaalde dingen nou het beste konden doen. Kijk jou daar nou sneaky al staan. Te wachten totdat hij... Ja, ik ga er gewoon vandoor, ja? Tot hij gaat later. Zitten, hè? Dan pak ik snel een stoeltje. Dat staartje! Waarom gaat hij nou zitten darten? Weg wel. Oh nee, daar is die vrouw weer. Voordat ze me eruit gooit. Ik ben lief. Ik ben lief. Ik ben lief. Pak jij je stoel onder hem vandaan als je gaat zitten dan. Oké. Ben je niet een beetje moe? Wil je anders even... Ga eens even lekker zitten. Ja, doe maar. Hier heb je de stoel. Kom lekker. Doe maar eens lekker. Komt u hoor. Oh, te vroeg! Oh. Sorry. Maar nou weet u wat mijn plan is. Nou gaat hij echt nooit meer zitten. Tuurlijk wel. Zo slim zijn die oude mensen niet. Nee, dat is waar. Zo, hij lijkt wel op mij trouwens. Met zijn rugpijn. Oh. Ja. Waarom gaat hij niet zitten? Ja, gaat hij zitten. Rustig. Oh, weer te vroeg, hè? Sorry. Lief, sorry. Ik wilde alleen hem onder je billen schuiven, zodat je lekker kon zitten. Echt waar. Ga maar lekker zitten. Doe maar. Ik ben lief. Je kan me vertrouwen. Echt. Kijk maar hoe mooi ik ben. Ga maar zitten. Te laat. Zie, ik zei toch dat ik niks zou doen? Ik zei het toch? Ga staan. Ga staan. Wat anders doen? Gaat hij vast wel weer staan. Jij kunt vast een optreden geven hier. Nee, maar ik kan niet zoveel. Jij kan mooi fladderen. Ik kan alleen maar dit. Is ook mooi? Ze doet voor wat je moet doen, hè? Hier, buig. Oh. Oeh, ja. Kijk, fladder. Oeh. Hier, pak aan, jong. Ja, nice. Ondanks dat ik niet heel goed kan fladderen, vond ze het toch mooi. Oké, wat moeten we met Bloem?
Niks. Oh. Hoi. Ja? Nu! Te laat. Maar jij was ook te laat. Ja, ja, ik was net ook te laat. Beetje water geven aan. Hey, hallo. Ik kom me vertrouwen. Je zei, ik had net toch niks aan. Ik weet toch dat ik zou doen. Ik ben lief. Mag ik trouwens een vraag stellen? Aan mij? Is het mogelijk dat we heel even een plaspauze inlassen? Want ik moet echt heel nodig plassen. Oh ja, ga maar. Dan ga ik wel intussen even kijken of ik zijn stoel... Oh, ik word gewoon niet ook even een plas- en drinkpauze... Nee. Dan zou je dat graag wil. Nou. Sorry hoor. Nee. Ik dacht dat we dit samen deden. Oh, nou, wil je even een pauze? Want anders dan probeer ik gewoon deze te pakken. We zijn er bijna 2 uur aan, even een uur en 40 minuten aan het streamen, hè? Echt alweer zo lang? Ja, joh. Oh, jeetje. Mensen vragen ook, hoe lang gaan jullie nog door? Is het niet leuk? Moet ik stoppen? Moet ik stoppen? Moeten we stoppen? Is het niet meer leuk? Oké. Nou, moeten we heel veel pauze doen? Ja, heel even pauze. Oké, we gaan heel veel pauze, zijn we zo weer terug. Rick, die moet even plaspauze. Dan ga ik ook wel naar het toilet. That's what she said! Tot zo.
En welkom terug van de plaspauze. Lekker geplast, mensen. Ja hoor, duurt zo lang. Hoe lang is deze pauze? Mag ik even rustig naar de wc, jongens? Alsjeblieft. Ik heb meteen even bij onze kinderen gekeken, maar die liggen allebei lekker te slapen. Ah, oh, dat is lief. Ik zeg lieve mods. Ik wou zeggen dat jullie de beste mods zijn die er zijn. Love en liefde naar jullie echt. Ah, oh, dat is lief. Ja, we zijn ook heel blij met jullie. Heel lief. Annelien is nog steeds even op vakantie. Maar we hebben Eline die tegenwoordig invalt. Dus dat is echt heel fijn. En Ilona is eigenlijk normaal de moderator bij Rick. Maar Rick zit nu hier te streamen. Dus heel fijn dat je dan hier komt helpen. En jee, iedereen nog even lekker snel geplast. Lekker snack gehaald. Ja, lekker geplast. Oké, okay, nou, top. Oh, en ik heb even wat met deze gekregen. Ik heb weer even nieuw drinken gepakt. Dus ze zijn er weer helemaal klaar voor. Even een korte massage. Ik sta op de 23e van de credits. Yay! Ilona had tijdens de pauze even de credits 25, top 25 gedeeld. Nou, wat fijn. Voor de mensen die het niet weten, je krijgt credits als je kijkt naar de stream. Over elke minuut of zo, geloof ik, krijg je punten. Ja. En je krijgt credits voor als je geld doneert. Dus als je hoger in de credits wil komen. Nee, nee hoor. Nee. Nee, maar als je dat gewoon leuk vindt om te doen. 50 credits als je abonneert. Ja. En op die manier spaar je dus creëerpunten waar we in de toekomst iets leuks mee gaan doen. Ja. En je kan in ieder geval de top 5 in de stream inderdaad tijdens de pauze zien. Ik kan hem nu ook even laten zien. Kijk, tadaa, ik heb hem ingebouwd hier zo. Hij gaat zo meteen weer weg, maar dan kan je in ieder geval de top 5 zien. En uiteraard onze moderators staan heel hoog. Eline nog niet, maar Annelien en Ilona al wel. Want die natuurlijk ook eigenlijk heel vaak erbij zijn. Dus dan gaat het natuurlijk ook sneller met de punten. Oké, gaan we het weer proberen? Nou, hadden we eerder moeten zijn, denk ik. Hè? Want nu gaat hij zeker weer eerst allemaal darten en dit spel spelen hier. Ik heb geen idee wat ik ga doen. Ah, oké. Okay, we gaan weer verder met vervelend zijn. Waarom vind ik dat ook zo leuk eigenlijk, dat vervelend zijn? Ik ben in het echt nooit vervelend. Oké, okay, zo. Rick zegt gewoon niks. Sorry. Melissa zegt, ik doneer je door je schetsboek te kopen morgen. Ah, oh, dat is lief. Ja, voor iedereen die het schetsboek gaat kopen, heel veel plezier ermee morgen. Oké, ik loop even in de weg. Sorry hoor. Wacht, ik zat even niet te kijken. Maar er is geen cola. Ik ben trots. Nee, ik heb ijsthee. Ik drink minder cola. Goed hè? Oké, okay, wat gaan we doen? Proberen we die man's krukje nog een keer? Oh, we zijn weer net te laat. Pak de speelgoedboot. Waar zit die? Weet jij dat? Ja, dat weet ik. Die zit hier in die wasbak. Oh ja. Maar deze vrouw is niet blij met ons hoor. Oh, we worden nu al meteen weggejaagd. Ja. We hebben nog niet eens iets gedaan. Oké, wacht. Hallo, ja, nee, hallo, hallo. Ik ben een gast. Ik ben een gast. Ik kom hier eten. Ik kom hier gewoon eten. Ik betaal ook gewoon netjes voor mijn eten. Hoi. Ja, weer. Ja, hier, ik denk dat ik... Pakken? Ja, kan ik daar nu bij? Ja, pak hem. Pak hem. Ja, ik probeer het. Ja, ik heb hem. Goed bezig. Ik heb hem, ik heb hem. Ik heb hem. Hoe jij ook kijkt. Kan ik hier er ook uit? Ja hoor. Hier, we doen hem bij de doos. Ah! Wat doe jij hier? Nee, 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 nee. Die man die wil me eruit schouwen. Gooi je snel, hier. Oh. Bij de doos. Nou, waar zijn we nou, hè? Stopt. Je had een glas en gooi hem in de sloot. Oké. Okay. I can do that. Een glas. Waar is mijn bootje nou heen? Ah, je maakt niet uit de boot. Oh, oké. Okay. Ja, is ook... Oh, hier een glas bij het restaurant. Is dat een glas of is dat een beker? Hier.
Nee. Oh, is dat een beker? Ja, ik zou dat een beker noemen. De glas, jij? Ik weet niet, ik neem het mee. Let's go. Hey, dankjewel weer Lola voor de superchat. Ik geef dit voor punten voor de liefste streamers. Ah, oh, dat is lief. Dankjewel. Ja, we moeten even naar de sloot hoor. Laten we ons eruit trappen? Denk je dan dat we onze beker niet per ongeluk verliezen? Nee, oh nee, shit, die vrouw van het restaurant. Nee, niet kapot maken. Oh nee, mijn glas. Nee, niet pakken. Niet pakken, is mijn glas. Mijn glas. Oh. Ja. Leid jij er even af. Oh, mevrouw, wat doe je nou? Ah, maar nu zijn we eruit. Nu is het... Oh, hoe komen we er nu weer in? Oh, kijk jou de sneaky ingaan. Ik ook. Hé, dat is mijn boot. Ik ga even een nieuw glas halen, hoor. Oh, kijk, die man is boos. Waarom zijn ze toch allemaal boos op mij? Hallo. Kom, laten we... Oh, ja. Spoelens. Ja, zometeen zijn er geen glazen meer over. En dan? Ga kijken of er nog een glas is, hoor. Kun jij even komen hier? Ja. Want we hebben... Oh, er staat weer een nieuw glas daar. Ik kan niet. Ik zit vast hier. Oh, sorry. Yes. Wie heeft het bootje gevonden? Ik heb iets gepikt. Ja, daar kan je niet bij, hè? Oh, ze is ook niet blij dat haar handdoekje eronder ligt. Oké, ik ga snel die... Oh, chips. Mevrouw. Zou je ze gezien? Oh, laat hem niet vallen. Ja, kom. Oh, wacht. Stop. Ja. Ik ga hieronder door. Hallo. Dag, meneer de put. Ja, dier. Mooie dag, hè? Stop. Blijf staan. Ga even hier achter. Ga je hem wegjagen? Huh? Ja, kom. Ga snel eruit. Ja, ik heb hem. Ja. Kom, we gaan naar de sloot. En de sloot in. Ja, oh, waar is de sloot? Hier. Ik doe het lekker lopen. Oh. Oh, ja. Ja. Je kan hier niet eraf springen. Ja. Kom, we nemen het mee naar die hark. Nee, ik wil hem bij die hark. Dat is mijn trophy. Volgens mij zijn we daar redelijk bij in de buurt nu. Denk ik. Hé, hey, ja, daar is die pet. Hier, hop. Ja hoor. Lekker. Hoppa. Kijk, we krijgen steeds meer spulletjes. Ziet er goed uit. Ja, wordt echt mooi. Oh. We zitten echt iedereen te irriteren hier vandaag. We kunnen nu alleen niet meer naar boven hier. Niet? Oh nee, want we zijn hier natuurlijk naar beneden gesprongen. Waar kunnen we eruit? Oh, hier. Oh ja, bij de speen. Oh ja, ik weet de weg. Volg mij. Radio! Voor in het restaurant, het is gezellig. Wij zijn het vermaak. Wij komen optreden. Wij horen bij het entertainment team. Waar is de artiesteningang? Hier, wacht. Waar zijn de artiesten? Wij staan op het programma. Hey gast, hallo. Yo, wat doe je nou? Wij stonden op het programma. Ja, maar ik mag toch wel mijn eigen spullen weer mee? Ik kan me wel wegjagen, maar je kan toch niet zomaar mijn radio afpakken? Dude, maak je veten los hoor. Kan dat? Ja, ik denk het. Kijk. Ja. Ik heb los. Nou, geef me mijn radio op zijn minst. Dank je. Oké, ik heb in ieder geval mijn radio weer terug. Ik denk dat we weer in de doos moeten gaan, denk je ook niet? Nee hoor. Oh. Waarom valt hij niet? Oeh.
Ja? Zullen we gewoon weer in de doos? Ik denk dat we maar weer met de doos moeten doen. Oké. Hey, Speen ligt hier nog. Je hebt even wachten totdat de doos terug is. We kunnen ook met de auto. Hey, dankjewel Fabienne Discord voor de superchat. Dit spel ga ik kopen. Ja, dan moet je niet je geld aan ons geven, hè, natuurlijk. Ja, het is een leuk spel, hè? Oh, lekker. Waar blijft die vrouw? De hele tijd loopt ze vet vaak. En oh, misschien nog steeds een fetus aan het doen, hè? Wat, Maar hij heeft hele ingewikkelde fetusstrik. Ik heb andere muziek aangezet, hoor je dat? Dit is meer, Marie zegt, ik ben lief. Terwijl de man denkt, hoe zijn jullie hier überhaupt gekomen? Sukkel. Waar is haar doos? Oh! Die doos hebben wij natuurlijk verstopt. Kijk, ik ga er ook gewoon in. YOLO. Oh. Je was net te laat. Maar ik had hem laten vallen. Je kunt hem laten vallen. Ja, en wij hebben die doos natuurlijk verstopt eronder. Kijk, kom. Kijk, nu gaat het vallen. Ja, ik ga gewoon hier eronder door. Kijk, dan ben ik veilig. We hebben natuurlijk die doos hieronder verstopt. Dus die mevrouw die kan die doos natuurlijk helemaal niet meer terugbrengen. Omdat we daar ook al net zo vervelend aan het doen waren. Oh, hij ziet je hoor. Ja, kijk, die doos heeft ze nodig. Je legt hem nu terug voor de volgende keer dat we eruit getrapt worden. Oh, nee, meneer, waarom? Ik heb hier gewoon mijn eigen huisje. Zag je hem zo? Ja, ik zag hem weer. Balen. Verdorie. Zit haar doos verstopt? Precies. Oh. Oké. Maar we hebben het glas hebben we verdronken. Bij die man. Die man. Oh ja. Hallo. En dek de tafel. Hoi. Hey, dankjewel Fabienne weer voor de donatie. Hey, mijn camera valt in één keer uit. Hey, ik heb nou in één keer voor haar. Wacht. Ik ga even achterover zitten. Ah, hoe krijg ik dit weg? Jongens, wat? Uiteindelijk hoofd in beeld. Kijk wat ik. Hey! Wat doe je? Camera doet raar. Misschien even de batterij eruit? Gefixt. Nee, hij ging in één keer. Hij vroeg wat voor modus ik wilde. Ik heb echt een nieuwe camera nodig hier. Ik ga een andere camera legeren. Deze is irritant. Ja, sorry, mijn camera is gefixt. Ik had er bijna niet besteld, hè, maar het mocht niet. Ik wilde een nieuwe, maar mijn man kocht hem niet. Nee, zo ging het niet. Ik zei, zal ik hem kopen? Nee, doe maar niet. Nee, maar het was meteen weer zoveel geld. Dus ik dacht, nou... Wat is hij aan het doen? Ja, niemand die het weet. Ik zal hem even... Je stond te dichtbij. Oh, dan durft ze niet. Ga dan maar gewoon lekker hier zitten. Kijk, hier lekker je mondharmonica spelen. Gewoon lekker chill, niks aan de hand. Doe dan maar gewoon lekker relaxed. Juist, ga lekker zitten. Au, hoef je me niet te trappen, vriend. Ja, heel charmant was het beeld, hè? Ja, echt super charmant. Nee, ik zit heus niet... Oh, ik was weer te laat. Ik zit heus niet voor een greenscreen. Hoe kom je daarbij? Ik was gewoon weer te laat. Oh, wat erg. Hey Roel, dankjewel voor de donatie. Hi Roel. Wat leuk dat je er bent. Oh jongens, die stoel pakken is echt lastig. Elke keer ben ik te laat. Wanneer gaat het lukken, ja? Of ik ben te vroeg, of ik ben te laat. Nope. Zullen we anders eerst die andere gaan doen? Nee. Want dat is... Oké. Het gaat nu lukken, ja? Ik ga gewoon klaarstaan al. Wil jij het anders doen? Ik ben ook niet op tijd. Nee, ik was net te vroeg. Het duurt al zo lang voordat hij weer gaat zitten. Nee, niks aan de hand. Maar er is altijd die zegt dat ze heel lief is, maar ondertussen doet ze hartstikke irritant. Yep. Maar ja, alleen maar omdat het doel is van het spelletje.
Roel, long time no see. Wat kom je... Je was zo laat. Sorry, ik zat niet op te letten. Ah, oké. Okay, ik ga klaarstaan. Oh. Ja. Ik heb hem even uitgelegd wat de bedoeling is. Hij weet nu wat de bedoeling is. Dus hij gaat nu meewerken, die oude man. Ja, gaat hij nog een keer? Oké, okay, ik ga het doen, ja? 1, 2... Nu! Oh, sorry. Oh. Toch nog te vroeg. Oh, sorry. Ik ga nog maar een keer lekker zitten. Ja. Hé, hey, mijn camera doet weer raar. No, señor. No! Ah, hij doet het wel, maar... Oh, nee! Ja, jongens, ik word de hele tijd zwart en dan ga ik weer weg en dan ben ik er weer. Ik moet heel veel deze stoel fixen. Moet ik even helpen? Ja. Haal van de batterij er. Ja, hij doet het. Niet helemaal lekker, maar hij doet het weer. Ik denk dat mijn knopje zit, denk ik, weer een beetje raar te doen. Ja. Want hij verspringt af en toe van modus. Kijk, hij heeft weer rugpijn. Ja, oké, wacht. Oh, nee, ik doe hier niks. Oh, nee, gaat hij weer darten? Oh, wat erg. Waarom zeg ik zo die andere even doen? Ik vind dit zo zielig voor al die mensen. Ja, wel een beetje, hè? Ze hebben er ook echt nooit om gevraagd. En dan... Oeh, bij mij ging het ook niet... Oh, nee. Mijn controller is er. Oh, nee, hij doet het weer. Mijn controller... Een zwarte beeldpodcast, ja. Nee, niet weer, hoor. Dat was toen wel heel erg. Doe jij hem? Ja. Ja! Nee, hij deed het niet. Ik drukte op het knopje. Het is echt heel moeilijk, deze. Of okay, we zijn gewoon echt slecht. Probeer jij nog één keer. En als dat niet lukt, gaan we wel iets anders doen. Kunnen we niet gewoon sowieso wat anders doen? Want nu moeten we weer wachten tot hij gaat darten. En... Nee, hij gaat zitten, hij gaat zitten. Hij gaat schiet op, pakken. Nee, te vroeg. Nou, wat is het moeilijk. Misschien doen we het niet goed. Misschien moet hij gewoon überhaupt geen mondharmonica meer hebben. Wat dacht je daarvan? Ja, goed idee. Jat hem. Nee, hij is echt heel zuinig op zijn mondharmonica. Oh, hij trapt dat ding gewoon helemaal weg. Oh, nee! Mevrouw met de doos weg! De dozen, mevrouw. Oké. Okay. Waar moeten we een tafel dekken? Ik weet het, maar als je me even de mondharmonica laat verstoppen... dan heb ik zo meteen tijdens dat gedekte tafeltje... een romantisch muziekje voor je. Maar ik verstop hem even hier. Ja, bij mijn appel. Oké. Oké? Dan hebben we die in ieder geval... Dankjewel, Aelke, voor de superchat. Komt er ook stinkmerch met de boombox ganzerik? Oh nee, die hele merch van je wordt steeds uitgebreider zo. Maar deze zou wel heel leuk zijn. Ja, twee van die gansjes erop met zo'n boombox zo. Ja, die is wel heel leuk. Laten we er door. Oké, we moeten daar wezen. Hoe komen we daar ook weer? Oh ja, gewoon zo. Dat was een makkelijkere. Oh ja. Kijk, hier is een tafel. Die moeten we dekken. Ja. Maar met wat? Een bord, neem ik aan. Oh, dat doe je snel. Ja? Is dat... Gaat dat goed? Oh. Ja. Oké. Peper, kaars, mes en een vork. Ah, dus we gaan nu ook nog gezellig samen. We hebben al gepicknickt. We hebben... Wat hebben we nog even dineren? Wat hebben... Oh, we hebben de was gedaan, boodschappen gedaan. We gaan nu samen dineren. Dat is wel romantisch eigenlijk met z'n tweetjes. Hey. Oh, sorry. Ik dacht ik help je. Wat is dat? Ik weet het niet. Wat moeten we hiermee? Ik weet niet eens wat het is. Oké, maar bestek, lag dat niet gewoon hier? Of moeten we dat uit het restaurant gaan jatten? Ik ga het restaurant halen. Ik heb hier wel nog meer van die dozen. Ze hadden gewoon hier nog een nieuwe doos kunnen halen. Hé! Hey, deze kunnen we bij onze harkenbezemverzameling... Oh ja. Hoor, dat wordt wel lastig hoor. Wat is het? Ik heb geen idee. Moet het een dweil? Misschien gebruiken ze die om ganzen te verjagen. Ja, misschien een goed idee om deze dan... Hé, hey, wat zie ik hier? Is dat een verboden voor ganzenbord? We hebben hem gewoon... Oh, snel weg. Hé, ik zie de peper. Oh ja. Oké, wacht. Kom maar aan. Dat je die voetjes ook zo hoort flapperen. Ja, lekker klinkt dat, hè? Klinken mijn voetjes ook. Hé, hey, hallo. Oh, je had geen tafel meer over. Oké. Echt hoor.
Het was en de boodschappen doen is ook heel romantisch. Ja, we deden toch ook super romantisch. Go. Je hebt al peper. Oké, wat goed. Ja, let's go. Let's go. Ja, oké. Mes en vork. En kaars. Oké. Mes en vork en kaars. Oh, moet wel via die kant natuurlijk. Kom maar aan. Wel handig dat ze hier ook speciale gangetjes al gemaakt hebben voor ons. Ja, dat is inderdaad heel fijn. Hallo! Oh, waarom mag ik er steeds niet in? Heb ik iets misdaan? Geen antwoord opgeven. Hey, oh, nee, dat is die vervelende meneer. Help! We gaan hem verjagen hier uit het restaurant. Doe hem onder de tafel, kom. Niet gaan schreeuwen dan, dan weet hij waar je zit. Oh. Kijk, nu zijn ze je kwijt. Ik heb trouwens hier een vork. Kijk, zie je? Het is weg. Oh, wat goed. Oh, ik zie daar een mes. Oké, wacht. Oh, ze zijn helemaal verbaasd. Huh? Huh? Waar is die vork nou? Ik wacht even tot... Oh, ze ziet mij, ze ziet mij, ze ziet mij. Oké, ze moeten even weg, want dan kan ik dat mes ook meenemen. Dan pak ik het mes, ja? Ja. Let's go. Go. Let's go. Go. Let's go. We moeten eigenlijk dat muziekje van Mission Impossible hebben. Oh, sorry voor de peper. Oh, jij mag? Is niet erg, kan gebeuren. Een kaars. Ja, eitje. Is vast ook in het restaurant, denk ik, toch? Ja, of misschien niet. Meestal beneden. Hebben ze wel kaarsjes in. Hallo. Maar zij vinden mij lief. Hallo. Wel een asbak. Ik weet niet wat je van plan was tijdens ons romantisch diner. Nee. Dat muziekje. Maar dit is niet een kaars. Nee. Hey. Ja, ga maar lekker zitten. Dan probeer ik hem nog een keer. Ga maar lekker zitten. Doe maar. Ja, rugpijn. Ja, arme oude meneer. Hè? Sorry, dat ging per ongeluk. Toch nog, hè? Oh, iemand zegt, ik zag net een kaars. Waar zag je die? Oh, weer te vroeg. Ziet je? Je moet weg. Ah, lekker! We waren gewoon te laat. Ook nog zo'n mutschild. Oh, ook nog. Oh, nice. Ik wist niet eens dat het een challenge was. Ik ook niet. Maar, jij bent in het restaurant. Dat is niet handig. Ja, sorry. Ik vast. Ja, ik kom terug. Ik wilde zijn muts eigenlijk bij ons romantisch dinertje doen. Ik zag er in één keer van die streepjes op komen. Ik denk, oh, ik pak hem. Wilt u een muts? Oh, hij heeft zijn muts terug. Oké. Sorry van de muts, ja. Auw. Waarom vinden ze me allemaal zo vervelend? Kijk wat ik kan doen. Ja, als je een stukje deze kant doen? Ja, ik probeerde het. Oh, wacht, maar die vrouw laat me er niet in. Oh, is dat bier? Ja, of wijn, of iets. Ik heb geen idee. Ik kan het net niet goed zien, maar ze laat me er niet in. Oké. Misschien kan je via deze kant? Ja, kom eraan. Sst, ga dan niet zo. Ik heb trouwens de kaars gevonden hier. Oh ja, ik zie hem. Ja, ik zit hieronder hoor, want die man wilde me. Ik leid hem af, ja? Hij hoort me onder de grond, zie je dat? Dat is zo cool. Kijk. Ja, ze zijn niet heel intelligent, hè? Ja, we zien de kaars inderdaad. Of Rick heeft hem al, zie ik zelfs. Maar, moet ik ze allemaal even afleiden? Nee, ja, dat hoeft niet. Dat zijn die mensen... Wat komen die andere mensen eigenlijk doen? Ja, weet ik niet. Die zitten gewoon van het rest... hoe heet het? Oh, gasten in het restaurant. Oh, deze is al non-goose.
Oké. Okay. Ja, volg die vrouw. Oh. Hey. Maar ze doet er niks mee. Kom. We hebben nog wel een vet mooi optreden voor ze gegeven. Hoezo doen ze niks zo onaardig? Ja, snap ik ook niet. Hoppa. Goed genoeg gedekt. Romantisch, hè? Ja, wacht. Ik doe het kaarsje toch even ook echt op de tafel. Dat ding daar neergezet. Zo. Kijk. Nou. Ja, dat heb je mooi gedaan. Lekker eten. Oh, weet je wat hier trouwens top bij zou zijn? Een radio. Een radio. Kom, ik ga me even halen. Oh nee, dit gaat helemaal fout. Hallo. Oh. Oh, wat gaat dat ding halen? Gaat dat ding halen? Hoor je dat, die drank die ik heb... Oh, ik heb het trouwens echt weer super heet, jongen. Echt niet te doen. Waar is mijn radio? Hey, boven de ganzen. Oh, daar is mijn radio. Romantische, nee, daar hoort toch wel muziek bij, toch? Zal ik dan zorgen dat hij weer gaat vallen, die man? Ja. Dan neem ik de muziek mee. Hey, kom. Kom hier. Kom. Ja, rennen! Ja, ik ga hier onderlangs. Die muziek trekt wel de aandacht, hoor. Ja, go. Maar we zijn toch eigenlijk best wel lieve gansjes? We zijn gewoon alleen maar bezig om ons eigen dinertje te regelen. Dat is toch schattig eigenlijk? We willen gewoon romantisch. We zijn namelijk 11 jaar getrouwd. Oh, ja, dat is waar. Dat is toch lief? Kijk, muziek. Hey, maar we moeten toch ook iets te eten hebben? Hier, heb je zin in een tomaatje? Nee, ik lust geen tomaat. Oh. Hebben we niet iets anders? Als ik het nou heel hard schud, zou het een ketchup worden? Dat vind ik wel lekker. Ik weet niet wat deze aan het doen is, maar dit is niet alleen maar dineren, hoor. Oh. Komt ze de peper halen? Er komt gewoon... Dat is mijn peper! Nee, die had ik nodig. Ik had nog niet een eten waar ik mijn peper op kon doen. Hier. Ja, goed zo. Pak wat van ons eens, liefje. Scheer je weg. Hoe durf je mijn diner te verstoren? Dat heb ik zelf helemaal geregeld. Mijn eigen spullen. Kom. Neem je ook een tomaat? We gaan die emmer op zijn hoofd gooien. Moesten we hier toch... Ja, maar we moeten eerst die man... die tomaat zien. Oh ja. Hey, ga die tomaat opruimen, gek. Oh nee. Ik weet hoe we dit moesten doen. Nee, ik weet hoe we dit moesten doen. Oh nee. Help, hier eronder. Go quick. Kijk, we moeten hier al deze tomaatjes eruit halen. Kijk. Maar ik heb toch al een tomaatje gepakt? Ja, maar hij ziet dat hij straks geen tomaatjes meer heeft. En dan gaat hij achter, gaat hij nieuwe tomaatjes halen. En dan gooien we die emmer op zijn hoofd. Dat was het. Okay. Ik die hier heel hard in de lach schiet. Mijn zus die denkt echt van, wat? Heeft hij al door dat ze tomaatjes missen? Ja, hè? Kijk maar. Je ziet hem, oh, ik ben zo eenzaam zonder mijn tomaat. Oh nee, hij zit er gewoon eentje liggen op. Oh, die hadden we moeten verstoppen misschien. Zolang hij nog tomaatjes heeft, dan gaat hij geen nieuwe halen. Hij vindt het belangrijker om jou weg te jagen. Kijk maar hier kijken om het hoekje. Yeah. Kijk, want nu is hij content. De ene tomaat. Oh, ik heb ze nu allebei gejat. Kijk, hoppa. Hij heeft nu geen tomaatjes meer. Kijk, vriend. Je hebt geen tomaten meer. Kijken.
Kijk, hij gaat nieuwe tomaten halen. Waarom gaat hij geen nieuwe tomaten halen? Are you okay? Je duwt me eruit. Sorry. Ik weet het niet. Ik wil niet. Pas op, hij komt. Snel. Als ik nu ooit nog een gans zie, dan ga ik kapot van het lachen. Ja, wij hebben altijd bij elke witte gans die we tegenkomen, dat we altijd zeggen, waar is je rode strikje? Maar je ziet ook echt het karakter van die beestjes dan gewoon in die ganzen, zeg maar. Op dit vervelende karakter. Echt te denken, hoe kregen we ook alweer die... Oh, je bent te ver. Oh, sorry. Kom hier. Oh, ik zit vast. Ik kan niet. Oké, sorry hoor. Ik dacht, ik probeer wat. Kom, we gaan even hier. Want hier was die emmer, kijk. Kijk, die kunnen we zo bam op zijn hoofd gooien. Als hij daar nieuwe tomaatjes haalt. Nu een beetje dom. Ik weet het. Maar nu kunnen we... Nou, gaat hem vast straks wel opruimen. Hé, hey, jouw camera valt uit. Ja, zwart is het. Rick heeft zwarte podcast. Ja, Peter R. de Vries is overleden inderdaad. Erg, hè? We hadden het inderdaad meegekregen. Ja, heel sneu. Waarom hebben ze geen gezicht? Ja, goede vraag. Misschien zodat je niet een boze expressie de hele tijd kan zien. Dat is wel gek, hoor. Oh. Oké, wacht eventjes, hoor. Ik ga even kijken of ik er... camera weer aan kan krijgen. Ja, ik heb hem weer aan. Even gedeactivate en geactivate. Oké, je moet even nadenken. Hoe krijgen we... Je moet alle tomaten pakken. Er zit nog een tomaat in de doos. Oh, toch wel? Ja, ik dacht dat we ze net allemaal hadden. Oké, we gaan nog een keer proberen. Ik heb bij sommige opdrachten Google moeten gebruiken. Best moeilijk nog. Ja, dat snap ik wel. Dat in het begin ook echt dat we soms al gewoon 2 uur vast zaten. Omdat we echt geen idee hadden. Nee, ik hoor jou nu niet. Hoe kan dat? Even kijken. Kan ik jouw audio... Oh, Rick, microfoon. Hier, wacht. Zeg eens wat. Rick eens even... Nee. Ik hoor jou niet. Maar ik kan die niet deactivaten / activaten. Wie staat er nu in de top 3? Nou, even tijd voor de top 3. We hebben... Oh, kijk! Nienke is in 1 keer omhoog geschoten. En Fabienne is omhoog geschoten. Dit is nu de top 3. Oh, hij was heel kort. Hé, hey, trouwens, even tussendoor. Voor de mensen die het nog niet hebben gedaan. De mensen die nu in de chat om zitten, die zijn allemaal al geabonneerd. En mocht je niet aan het meekijken, zijn er nog niet geabonneerd zijn. Abonneer, dan kan je ook gezellig meekletsen in de chat. Ja, Rick zijn microfoon is even ermee gestopt. En waarom weten we niet? Rick is op mute. Heb je hem per ongeluk gemute? Nee, hè? Nee, Rick's camera crashte net. Waarom weet ook niemand. Dus hij is heel eventjes aan het kijken. Ja, het spel is daardoor vastgelopen. Dat komt omdat ik heel eventjes ernaast heb geklikt voor mijn OBS. Wat is die top 3 ding? Nou, dat is voor de mensen die dus kijken. Die krijg je Crea credits mee. En voor het doneren krijg je Crea credits. En die zie je dus hier. Dus tot dusver deze top 5. Nee, ik hoor nog steeds niet. Ik ga morgen jouw nieuwe schetsboek bestellen. Ah, oh, superleuk, Mackenzie. Mackenzie Hollister! Hé, hey, die kennen wij. Dat is van het boek van Dagboek van de Muts. Maar die is niet zo heel aardig, Mackenzie Hollister. Hé, hey, dankjewel, Kaylee, voor de superchat. Hoe heet die website voor de top 25? Daar heeft Ilona... En Ilona heeft daar een hele goede command voor. Nee, ik hoor je nog steeds niet. Moet ik anders hier bij mijn wavelink iets instellen? Oh, oké. Ik was van plan om tijdens de live te gaan waterverven. Maar ik heb nog bijna niks gedaan door al het lachen. Oh. Sorry. Ja, het is een hilarisch spel, hè? Ja, wij vinden het ook echt heel erg leuk. Zelfs als je dit dus ook weer voor de tweede keer speelt, is het weer net zo leuk. Ook al weet ik het nu wel een beetje. Maar ik zie ook dat je een aantal dingen ben je ook wel weer vergeten.
Nee, de command CC werkt niet meer, want dat was niet helemaal handig in de chat. Maar Rick die gaat er uiteindelijk nog iets voor maken, zodat je op de website ook gewoon kan inloggen en dan kan iedereen het zien. Maar tot dusver kan je alleen de top 25. Maar dat, daarvoor moeten we even wachten op Google of YouTube, geloof ik, voordat je daarop kan inloggen. Ik ben je na aan het tekenen. Mag ik het doorsturen via TikTok? Ja, tuurlijk mag dat. Stuur maar, tag me maar. Ik ben heel benieuwd. Wat leuk. Rick is in de tussentijd nog steeds heel druk bezig. Heel geconcentreerd. Wil het überhaupt lukken? Kan je niet gewoon even de uittrekken en er weer in doen of zo? Oh, werkt niet. Dat is altijd mijn manier van oplossen. Oh, uit en aan. Werkt altijd. Oh. Hoe duur is het spel? Het spel is 16 euro nog wat. Wat staat hier in beneden in de omschrijving? Maar ik zie mezelf niet bij de top 25. Nee, dan sta je dus niet in de top 25. Ik krijg geen punten, omdat ik geen lid ben. Nee, je moet wel geabonneerd zijn inderdaad. Anders dan geloof ik, denk ik. Wat zeg jij? Ik heb je logo op een taart gemaakt. Hij is voor mijn nichtjes. Hij is heel erg fan van jou. I love you. Oh, wat tof, hé. Wat leuk. Was hij goed gelukt? Ik ben heel benieuwd. Nee, we hebben op dit moment geen nieuwe moderators nodig. Wat is er gebeurd? Ja, Rick heeft heel eventjes issues met zijn geluid. Oh, ja, geluid. Toch wel. Ja, daarom dacht ik al. Als ik hem misschien even uitzet en weer aanzet. Ja, ik deed het wel niet goed. Nee, dat zei ik al. Kijk, gewoon uit en aan. En zeg eens wat. Hallo. Ja, daar is hij weer. Oh, het was gewoon mijn schuld. Hallo, hoor je nu eens? Dat is niet zijn. Ja, ook. We horen alles. Oké. Okay. Ja. Nou, oké, okay, sorry. Dat was het blijkbaar. Het was mijn schuld. Maar dit was gewoon even de pauze. Even de korte pauze voor de vragen. Ben ik de enige die het raar vindt dat een man zijn beste vriend een tomaat is? Nee. Maar hij heeft ze gewoon echt nodig, denk ik, daar. Hey, dankjewel Chantal voor de donatie. Super lief. Ja, ik zit in de tussentijd nog steeds hier verstopt onder de tafel om te bedenken hoe we die man daar krijgen. Maar we gaan toch even kijken of er nog tomaat in zat. Want iemand zei net dat er nog een tomaat in zat. Oh, nou gaan we kijken. Oh, Rick heeft nu wel weer een echo. Hoe hadden we dat net nou weggedaan, die echo? Oh, wacht. Wat hadden we daar net voor gedaan? Was net nog. Ja, even. We gaan de echo fixen. Waarschijnlijk zo. Er komt even een boomervraag hoor. Hoe kan ik naar mijn DM's kijken? Gewoon op Instagram toch, Elina? Even een boomervraag ook echt. Dat ben ik. Als ik weer op het pleintje sta. Hoe moet ik mijn telefoon uitzetten? Ik wist gewoon echt niet hoe ik mijn telefoon moest uitzetten. Dat is echt gênant. Blijkbaar zet ik nooit mijn telefoon uit. En een iPhone uitzetten is niet zozeer van je drukt op het knopje en hij gaat uit. Dan moet je ook nog iets anders bij nou. Ik wist het gewoon echt niet. Ja, Ilona, je kan naar het toilet hoor. Ga maar even lekker naar het toilet. Eline is er. Sowieso mag je gewoon naar het toilet hoor. Nou, gewoon lekker naar het toilet gaan hoor. Maar niet zo lang als Rick, hè? Ja, dat gaat vaak hoor. Oké, nou, we gaan die tomaten nog een keer proberen te doen. Oké, zullen we sowieso deze verpakken? Oh ja, want anders dan haalt hij ze natuurlijk daar weer vandaan. Wat een goeie. Was dat ene tomaatje wat er nog steeds was? Kijken. Oh kijk, hij heeft er alweer. Hij haalt ze zo snel overal vandaan, die tomaatjes. Oh, weg. Hé, hey, je tomaten zijn op. Wat komt hij nou hierboven doen? Hij is wel gepassioneerd om ons eruit te krijgen, hè? Is het... Leg uit hoe je het uitzet, want ik druk altijd op de uitknop. Ja, volgens mij uit en pijltje naar beneden of zo ingedrukt houden. En dan krijg je dat set uit. Maar ik wist het gewoon echt niet, ik moest het echt helemaal opzoeken op Google. Ik voelde me echt even heel oud. Ik zat echt toen iedereen te vragen, hoe moet mijn telefoon uit? Hoe moet dat? Ik weet niet hoe ik mijn telefoon uit moet zetten. Hé. Hey. Zou je die gaan halen? Ja. Nee. Waarom? Hij moet toch wel nieuwe... Ik ga vast uit het restaurant, ja? Hij moet toch wel een keertje nieuwe tomaatjes gaan halen?
Oh, gaat ze dat? Oh, die zijn ook op. Heffer, hip. Ja, ik ben... Nee, hij gaat niet. Zo gaat hij niet. Rick heeft nu nog steeds een echo. Ja, dat is volgens mij al lang niet meer. Je bent wel heel zacht, volgens mij. Want ik hoor je ook bijna niet. Nou, dan kan ik sowieso geen echo hebben. Nee. Zeg nog eens wat. Echt, iemand noemt me gewoon Rick zonder C. Jij zit weer in de game-audio met je geluid. Ik ga net zo lang praten. Nee. Ik weet, het is weer hetzelfde probleem als net. Je zit weer in de game-audio met je geluid. Hoe kregen we je daar ook alweer weg? Ja, niet. Dat gaat nu niet. Dan moeten we de OBS afsluiten, zeker. Ja, maar... Ja, Rick heeft een echo. Ja, ik weet het. Ja, maar nu wordt het heel lastig op te lossen. Ja, kan je niet jou gewoon uitzetten? Nee, ja, dan hoor je me helemaal niet. Het enige hoe we het kunnen oplossen, is dat jij me niet hoort. Ja, dat is goed. Dan moet je deze doe maar. Dan doe ik hem zo. Is oké. Anders moeten we namelijk de stream uitzetten en de stream weer opstarten. Amateur streamers vandaag. De apparatuur werkt tegen. Hey, met zo'n die apparatuur die het je makkelijker wil maken. Maar daardoor maakt hij het je vaak moeilijker. Ja? Kun je even kijken of... of hij nu hard is? Als ik... Oké, sorry. Dat is de verkeerde vraag. Als ik nu praat, komt hij dan in het geel of niet? Nee, in het groen. En nu? Ja, nu ietsje zachter mag hij. Tikkie. Zo dan? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dit goed is. Okay. Hey, hoe horen jullie Rick nu? Is het nu oké? Ja, nu is het weer goed, zegt Fabienne. Nou, oké. Okay. Nou, dan hoor ik alleen Rick niet, maar dat is niet erg. Dat is oké. Okay. Echt maar, echt. De volgende die me Rick zonder C noemt, die trap ik eruit hoor. Hé, hey, ik zit hier nog steeds. Is hij nou inmiddels tomaatjes gaan halen of hebben we het gemist? Oh ja, dat weet ik eigenlijk Want niet. We waren nu natuurlijk helemaal afgeleid. Dus ik denk dat hij inmiddels gewoon al... Oh, mevrouw. Wacht, ik moet even hierheen. Kom hierheen. Kom. Dan gaan we even kijken of hij inmiddels de tomaatjes alweer heeft. Ja, Rick is back. Ja, gelukkig. Nou, als jullie Rick maar horen, dat is het belangrijkste. Liefje, kan jij even deze kant op komen lopen? Yes, kom aan. Kunnen we even... Want ik denk dat hij inmiddels gewoon alweer een tomaatje heeft gebracht. Nee. Hoezo haalt hij geen tomaatjes? Ja, jij was zo heilig van overtuigd dat dit was wat het moest zijn. Zo werkte het toch? Nou, blijkbaar niet. Ik dacht echt dat dat was hoe het moest. Dat hij dan nieuwe tomaatjes ging halen. Ik denk dat we gewoon tomaten van hier die kant op moeten brengen. Oh, dat kan ook. Oké. Okay. En dat hij dan denkt, hey, die moeten terug daar naartoe. Oké. Gewoon random ergens op de grond? Hoppa. Oh, chips. Hij vindt het belangrijker om mij eruit te gooien. Oh, ik zit vast. Oh, ik ben eruit. Ik ben eruit. Kom er weer in. Snel. Ik ben er. Hier, kom erin. Ja. Kom erin. Ja. Lukt. Ik ga nog meer tomaatjes halen. Kom, let's go. Sneaky naar binnen komen. We gaan nog meer tomaatjes halen dan. Ja, misschien dat het zo werkt. Ik weet het niet meer. Ah ja, maar niet. Hey, dankjewel Nienke Klok voor de donatie. Super lief. Nienke Klok is aan het strijden, hè, om de plek. Kijk. Maar ze staat nog steeds op de derde plek. Oh jee. Ja, ga ik het aanpassen. Ik ga Rick gewoon een verboden woord maken. Oh, daar is die. Kijk, mod tools, word protection. Oh, nu gaat hij natuurlijk expres een Rick zonder C noemen. Je krijgt een timeout van een minuut. 2 minuten, hoppa. Je verwijdert ze ook echt, hè? Yep. Oh. Oké. Hey, dankjewel Lola voor de superchat. Hing. Oké. Hebben we nu alle tomaatjes? Nee. Ik heb
er hier eentje op de grond laten vallen bij dit video. Die vrouw kijkt alleen maar. Hoi. Oké, maar inmiddels hebben we heel veel maatjes. Niks nog meer. Maar hij stopt zomaar gewoon daar in zijn mandje. Ja, maar misschien dat hij dan die hele krat brengt als hij vol is. Ik weet niet of dit een mondharmonica is of een tomaatje. Ik nog meer. Een heleboel voor je. Kijk nog meer. Ruim eens op, vriend. Je hebt er echt een troep van gemaakt. Oh, kijk nou. Alles message deleted bij Kringabot. Oh, liefje. Alleen maar voor die stomme Rick zonder C. Oh. Ik zei Rick met een C. Waarom wordt dat verwijderd? Nee, als je dus Rick met een C typt. Je Rick en de Rick, hop, verwijderd. Oh. Kreetje, jij ziet er moe uit. Ja, het wordt ook laat, jongens. Het is alweer 11 uur. Is een mandje al vol? Hm? Zeg, is een mandje al vol? Ja, maar hij doet er nog steeds niks mee. Ja, wacht maar. Hij heeft nog een kaart. Hé, hey, dankjewel Ashley voor de donatie. Voor de superchat. Oh, we moeten ze niet hier neerleggen. We moeten ze erachter neerleggen. Ook gewoon waar die bij staat, hè. Oh nee, hij gaat me eruit jagen, hoor. Hé, hey, wat is dit nou? Hij heeft me eruit gejaagd. Boosheid. Ja hoor. Hier. Oh nee! Ja, ik heb er ook één. Mevrouw! Die vrouw, die verpesten het. Lekker bezig. Ik heb er ook eentje hier. Oké, en we lokken hem gewoon naar achter. We moeten gewoon zo'n spoor maken van tomaatjes. Zo eentje hier zo, plop. En dan is eentje hier, plop. Oh, nee! Kom. Oh, goed bezig. Oh ja, ga jij daarheen? Dan maak ik hier ook een troep. Ja, hij komt! Oh nee. That's what she said! Ik lok hem hoor. Ik lok hem. Oh, je hebt ruzie met die mevrouw. Oh, hij is hier. Hij is hier. Ja, sorry. Nee, is niet erg. Oh, wat moeilijk dit. Laat me met rust, mens. Je kon je niet gewoon onder de tafel. Oh nee, ja, hij is hier. Ja, ik weet het. Oh, maar er ligt nog een tomaat. So close. Oh, Rick en Mariska, jullie zijn echt een heel leuk stel. Oh, wat lief. Dankjewel, Jolene. Ga nou weg. Oké, ik ga heel snel nog een keer. Ik heb weer tomaatje neergegooid, dus ik denk dat hij zo komt. Heb geduld, heb geduld. Kun je uitzoomen? Ja, snel. Snel. Nee! Godverdorie! Oh, nee! Ik was te laat, hij wilde niet harder lopen dan dit. Oh, nee! En dat stomme mens. Oh, kijk, hij kan er gewoon zo bij. Oh, beter. Oké, wacht, ik doe weer een tomaatje. Hij gaat wel, hij gaat wel. Oh, hij gaat onze gedekte tafel opruimen. Oké. Wat je ook doet, geen geluid maken. Yes! Oh, eindelijk. Ik heb een foutje gemaakt, jongens. De deur staat iets te ver open. Oh nee. Ik zie weer, nice. Heaven. Heb je muggen? Ja, best wel. Oh nee. Hey, we hebben hem wel gehaald. We hebben hem gehaald. Oh, die arme man. Oh nee. Hij gaat me weer aanvallen. Wel, hij heeft helemaal vieze billen. Ja, hij zal niet blij zijn. Nee, ik ook niet. Laat me weg. Ja, kom hier. Ik ga met je mee. We gaan hier weg. Ik vind het hier helemaal niet meer leuk.
Oh ja, sorry mensen. Die allemaal, omdat ze Rick niet goed typen, gelijk helemaal gedelete worden en geen time-out krijgen. Oh. Oh, vet zielig. Ik zit hier daar nog te kijken, hè? Hij vertrouwt er niks van. Kom, let's go. Ja, rennen. Kijk, we gaan hier erop. Hop. Oh. Oh, thank you. Oké, kom ik wel. Wil je nog een tomatendoos? Ik neem wel mijn radio mee, hoor. Goed idee. Oké. Hoe komen we hier naar binnen? Ik denk dat we gewoon naar deze kant moeten. Oh, hier. We kunnen natuurlijk zwemmen. Oeh! Oeps! Oh, elektriciteit en water gaat niet echt heel goed samen. Hey. Jat de prachtige gouden miniatuur wel. Pip. Kijk, dit is het dorp waar we net... Oh, ik zie het. Hier is die telefooncel. Nee, die radio hoeft niet meer, die stuk. En die hier, is hier dan die winkel? Hier? Ja, ik denk het. Ja, dit is de tuin van die buurman. Hier. En hier is de tuin van die buurvrouw. Oh, niet alles kapot maken. Jawel, dat vindt die buurvrouw niet erg. Oh, dit loopt dood. Wat is dit? Dit is het restaurant, kijk. Oh, hey, dit is gewoon Maduro Dam voor gansjes. Daar is de bel. Oh, we gaan het weer slopen hoor. Kapot maken. Alles kapot maken. Ja? Reeds mee? Trekken. Trekken. Ga er trekken. Ik heb het kapot. Dan ga je trekken. Ah, ik heb het. Weg. Mijn. Mijn. En neem hem helemaal mee terug naar huis. Oké, let's go. Let's do it. Oh, ik kon niet onderdoor. Wil jij de bel meenemen? Nee hoor, neem jij maar. Neem jij dan onze radio mee? Is die niet stuk? Ja, helaas wel. Hij ligt hier. Je mag ook die mevrouw meenemen, wat heb je liever? Hij doet het weer. Gewoon even in wat rijst. Oh, enge bel. Nog meer muziek, ook nog met die bel erbij. Moeten we hier langs? Waar gaan we heen als we die kant op gaan dan? Dan zit je toch gewoon nog steeds in... Oh, loopt ook dood. Oké, ik moest even weten, misschien zit daar wel wat. Oké. Wel fijn dat dit gewoon weer is gaan doen, die radio. Hij moest gewoon verdrogen. Oh, hij is weer nat. Oh, wacht. Hier erop. Maar we hebben wel een stukje vergeten, want je hebt ook bij die put... We hebben niks vergeten. Ik denk dat we helemaal terug moeten. Nee, maar bij die put... Bij die put moest je toch ook nog iets van allemaal bloemen of zo? Extra opdrachten. Oh, dat zijn de extra opdrachten. Ik kan zeggen, je moest allemaal bloemen verzamelen. Ik kan me toch niet voorstellen dat we echt zo terug moeten. Maar wat... Nee, dat lijkt me ook echt een heel slecht idee. Nee, we moeten niet zo. Maar we hebben dat hekje waarschijnlijk niet... Ah, aan prima. Wat een kabaal. Sorry, mensen. Wat een herrie maken wij door het restaurant. Met bel en radio en alles. Oh, ze willen die bel, hé? Nee. Dat jatten onze bel. Snel, het water in. Hoezo willen jullie allemaal die bel? We weten niet eens waar die vandaan komt. Nou, ik mag toch wel mijn radio? Jullie weten niet eens van wie die is. Dat was gewoon van mij. Dat was gewoon mijn radio. Hier heb ik al die tijd. Ik kom niet eens uit Jerusalem. Laat die radio gewoon liggen.
Nee, maar ik kan er ook niet langs. Ik mag er niet uit. Ja. Ja, kijk hier. Hier heb je toch nog dit. Dan moet je nog bloemen in het mandje doen. Maar dat zijn volgens mij extra opdrachten. Ah, oké, okay, let's go. Kijk. Zit op slot. Op slot? Ja, we kunnen er niet langs. Oké, okay, kom. Nou, dan moeten we echt helemaal terug. Oké. Okay. Deze kant. Hier langs? Als we niet rennen, dan... Dit is ook helemaal op slot. Ja, ze willen ons echt niet meer hebben hoor, hier in het... Maar waarom niet? Wat hebben we mee staan? We moeten echt helemaal terug via dit. Oh, maar ze heeft in de tussentijd dit gemaakt. Ik kom snel. Go, go, go. Kom snel. Oh, hij heeft dit... Huh? Het is dicht. Hij heeft het dicht gemaakt. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Kom. Ja, kom. Rennen, rennen, rennen. Rennen, rennen. Oh, hier kunnen we langs. Met zich, hij heeft ons dingetje dicht gemaakt. Oké. Okay. Let's go. Moeten we echt helemaal zo terug? Ja, blijkbaar. Ja, ik denk het. Ik denk dat dat gewoon een nieuwe uitdaging is. Kut. Ik dacht ook dat we vorige keer gewoon terug gingen zwemmend. Iemand zegt, waarom staan er trouwens ook mensen met 0 kijkuren in de top 25? Of omdat dat gewoon nog niet helemaal lekker gesynchroniseerd is. Ja. Dat kan. Of omdat die mensen alleen kijk, maar... Kijk, laat mijn radio achter. Hebben. Ja, oh, sorry. Ik pak nee, hem nee, helemaal goed. Ik heb wel mijn radio achtergelaten. Ik kon hem echt niet meer redden. Rennen, 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 rennen. Laat ons langs. Nee! Hey, hey, hey. Nee! Ik heb hem. Let's go. Hé, hey, dankjewel Anna Richter voor de donatie. Kom, 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 anders komt die boer. Oh ja, nu wel, nu wel, nu wel. Hé, hey, wacht, 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 wacht. Stop, misschien, stop, stop, hè, misschien. Moeten we gewoon niet rennen. Stop, stop, stop. Kom, kom, want als je kom, loopt... Kijk. Ja, ja, dat deed, maar dat kan niet als ze je zien. Dan heb je gewoon een probleem. Ja, precies. Ik heb nu, we zijn er. We made it. Nee, je radio. Ja, ik ga zo meteen terug om hem te halen, hoor. Ik ben zo ver gekomen met die radio. Oké. Okay. Terug om hem te halen, echt niet. We hebben hem hierna uitgespeeld. We gaan terug om hem te halen. Nee, we gaan niet terug om hem te halen. Let's go. Hier, hier wonen we. Bij de fiets, bij de oude schoen, onder de boom door. Oh, mijn bel is een beetje nat. Hé. Hey. Dat is niet de eerste keer. Dat doen wij heel vaak. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ja hoor. En dat is hoe je het doet. Een hele vervelende gans zijn. Ah, oh, dan kan ik mijn radiootje niet meer halen. Rip radio. Die vrouw snapt er ook helemaal niks van. Die is nog steeds op zoek naar de mes en de vork. Al die moeite voor één simpele bel, inderdaad. Al die moeite inderdaad voor één bel. Maar we hebben ook gepicknickt, boodschappen gedaan... De optreden gegeven in een restaurant. Een romantisch dinertje gehad. De was gedaan. Wat moest ook allemaal gebeuren. En ja. Voor het romantische dinertje, daar deden we het eigenlijk voor. En de gouden bel, dat was gewoon ons aandenken aan deze aan dit mooie avontuur. Oh my god, die berg met gouden bellen. Mooi hè, toen wij het voor de eerste keer speelden. Toen was het echt helemaal op het einde. Want we liepen met die bel. We dachten, waar moeten we dan heen? En toen zaten we op dat eindstukje.
En toen zaten we dus gewoon... dat we daar pas die bellen zagen. Echt na een hele lange tijd zoeken kwamen we er pas achter dat we daar dus die bellen kwijt moesten. Toen moest ik echt zo hard om lachen dat er zoveel van die bellen toen lagen. Het is klaar. Ja, we hebben gewoon het hele spel uitgespeeld in één avondje. Helemaal uitgespeeld. Maar je hebt nog wel een paar bonusopdrachten. Die hebben we nu niet gedaan. Wat een kort spelletje. Ja, als je dat vergelijkt met It Takes Two is het inderdaad wel een heel stuk korter. Hè? Maar dat is ook omdat wij precies weten wat we allemaal moeten doen. Ja, want de eerste keer hebben we er wel veel langer over gedaan. Ja, en ook natuurlijk hierna krijg je allemaal extra opdrachten die je dan... Ja, maar die hebben we nu niet gedaan, die extra opdrachten. Als we hem nu weer opstarten, dan hebben we nog een heleboel opdrachten die we nog kunnen doen. Ja. Maar het is eigenlijk gewoon een testgamepje. En dat is dan toch een vet leuk spel. Voor een testgame. Ja, ja, zeker. Ja, heel leuk. Ik had het ook echt niet verwacht hoor, dat het zo'n succes zou worden, dit spel. Iemand zegt, ik vind het eigenlijk niet eerlijk dat de moderators in de top 25 staan. Maar ja, aan de andere kant, de moderators doen het helemaal vrijwillig. Dus eigenlijk vind ik het wel eerlijk. Ja, het zijn net zulke kijkers als jij. Dat wou ik net zeggen. En ze helpen. Nee, dan helpen ze ook nog eens een keertje de hele avond mee. Dus. Ik vind het juist eerlijk dat ze er wel in staan. Ja, hè? Maar ze krijgen geen extra bonuspunten omdat ze moderators zijn. Nee. Plus, ze zijn er ook niet elke keer. Want je ziet dat Annelien nu best wel hard aan het zakken is. Omdat ze op vakantie is. Dat is wel sneu. Ze stuurde ook vandaag nog een berichtje. Ze zegt, ik vind het zo jammer dat ik niet heel naar de streams kan kijken. Hier, kijk. Dat zijn de extra opdrachten. Daar zijn ze. Er nog veel ook. Oh. Hebben we er meer? Ja, er zijn er altijd meer. Oh, hey, kijk. Ik heb er eentje al van gehaald. Volgens mij was dat die wollen muts. Kijk, die had die wollen muts van een oude man. Die ging gewoon per ongeluk. Maar dat is dus blijkbaar een extra taak. Ja. Open een paraplu in de tv-winkel. Ik vind dat wel iets voor een... Voor een volgende keer. Ja. Want anders zijn we echt nog wel een uurtje of twee bezig. Dat denk ik ook. Want hier waren we echt al heel lang mee bezig inderdaad. Maar je hebt dus nog een heleboel extra opdrachten. Zijn er ook meer bijgekomen? Doen we nog eens verder. Want deze hebben we vorige keer ook helemaal gedaan. Draag een strik en treed op in de bar. Ja, die is moeilijk. Dan moet die je is die heel strik moeilijk. Helemaal mee jatten. Die is heel moeilijk. En dan gaan we nog eens verder. Die snelle opdrachten hebben we vorige keer ook allemaal gedaan. Voordat de kerkklokken luiden. Hebben we die vorige keer gedaan? Nee, misschien is dat nieuw. Dat kan. En dat is de volgende? Ja, volgens mij hebben we wel alles gehaald. Volgens mij hebben we die vorige keer echt allemaal gespeeld voordat we klaar waren. Ja, die taken snel hebben we niet gedaan. Kijk maar, je zet alles terug om dit te proberen. Dan moet je dus... Volgens mij de game resetten. Ja, of alles terugbrengen en netjes terugzetten. Oh man, dat gaan we niet doen hoor. Nou, in ieder geval, dit was de Goose Game. De Untitled Goose Game. Wij vonden hem erg leuk, dus we dachten, die gaan we nog een keertje doen. Samen met jullie. Volgens mij vonden jullie hem ook erg leuk. Zullen we overgaan naar het einde? Want dan ga ik hem zo meteen afronden. Dat lijkt me een goed idee. Oké, dan. Dus dan ga ik jullie verlaten. Of heb je me al weggeklikt? Ik heb al weggeklikt. Maar als het goed is, horen ze je hier ook, toch? Ja, maar ik wilde nog even zwaaien. Wacht. We gaan even terug. Alleen maar zodat Rick nog even kan zwaaien. Doei, jongens. Oh, je mag ook hier even bij komen zitten, hè? Dat vind ik ook wel gezellig, hoor. Oh, no. Oké, nou, dat was de stream voor vandaag. Ik hoop dat jullie de game leuk vonden. Je mag hier erbij komen hoor, als je het gezellig vindt. Of hebben ze iets van, oh, vindt het goed. Ja, zeker leuk. Nou, gelukkig. Bedankt voor de leuke video's in deze rottijd. Neem mijn matras even mee hoor. Oh. Ja, hielp het, het matras. Ja, een beetje. Of was het uiteindelijk helemaal niet eens nodig? Dat matras, dat is Emily de oude matras. Emily heeft een nieuw matras gekregen. Die staat inmiddels al 2 maanden in de garage klaar om naar het grofvuil gebracht te worden. Hij is al voor zoveel dingen inmiddels gebruikt. Dat we elke keer zeggen van, we kunnen niet meer zonder dat matras. Maar hij blijft er maar staan, maar hij moet wel weg. Ik heb nu een afspraak gemaakt bij het grofvuil. Ze komen hem nu ophalen. Dus tot 2 augustus heb ik naast hij weg. Daarna moet hij echt weg. Ja. Rick, je haar zat prachtig vandaag. Nou, dat is lief. Dankjewel. Dank je. Het is inmiddels een beetje... Nou, dat heb ik ook. Als ik dit nu afzet, kijk, dan heb ik weer... Oh ja, zo'n slag erin. Zie, weer een koptelefoon. Je ziet echt precies zo'n rondje altijd van waar die koptelefoon heeft gezeten. Zo.
Dus, houden we hem maar op. Kijk, dan zie je het niet. Als ik net begin met streamen, dan heb ik dat nog niet. Maar aan het einde van de avond is het niet zo mooi meer. Nou, er komt nog eventjes deze in beeld. Oeh, kijk, Nienke Klok is van Vienna voorbij gegaan. Met de getalletjes kloppen. Nee? Oh, die pas ik natuurlijk niet aan. Oh, dat is dom van mij. Oh, dus ze gaan wel al op naar de juiste plek, maar de getallen kloppen niet hier. Oh, een amateur. Nou, er gingen wel meer dingen mis vandaag. Kan dat er ook nog wel bij. Maakt verder ook niet uit. De radio, no! Ja, rip de radio, helaas. Ik heb zo mijn best gedaan om hem mee te nemen, maar... Emerieke heeft vandaag de eerste vaccinatie gehad. Oh, nou, succes met spierpijn. Een behoorlijke spierpijn had ik ervan. Wow, heel veel mensen in de Discord ineens. Hey, zijn er mensen in de Discord bijgekomen? Ja, ze hadden de link gedeeld. Oh, jeetje. Nou, gelukkig doet Ilona en Roel en Annelien en zo zelf de moderating van de Discord. Dus zullen weten wat ze doen. Ja, zeker. heel veel kanalen trouwens in onze Discord. Echt heel veel. Dan moet je kijken. Oh, wacht even hoor. Kijk. Ja, er is genoeg te doen. Het is echt bizar hoeveel kanalen erin staan. Echt niet te doen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het allemaal niet echt meer meekrijg, hoor. Maar voor jullie heel leuk. Volgens mij is het heel gezellig op de Discord. Oké, nou lieve mensen, we gaan hem afsluiten. Nog een nieuwtje, dus morgen komt mijn eigen schetsboek uit. Voor de mensen die heel graag op zoek zijn naar een schetsboek waar je lekker in kunt tekenen deze vakantie. Die je overal mee naartoe kunt nemen met papier waar je lekker op kan werken met je alcoholmarkers. Maar waar je ook op kunt werken met potlood of met fineliners of met verf zelfs. Gaat er ook prima in. Is het echt een ideaal boekje voor. Hij is niet te zwaar, niet te groot. Dus daardoor lekker om mee te nemen, maar wel genoeg papier zodat je superveel... kan tekenen. En leuk, alles gebundeld bij elkaar, zodat je ook helemaal je groei kunt zien. Dus mocht je het leuk vinden om een schetsboek te kopen, ontworpen door mij. Vanaf morgen is hij te kopen in alle boekenwinkels en hobbywinkels in heel Nederland en België. En zelfs in het buitenland te bestellen via Amazon. Ook op Curaçao voor Emma. Dat halen bij de Bruna. Maar ik denk niet deze week al. Dat duurt vaak altijd wel een weekje of twee langer, geloof ik, voordat het daar ligt. Doe maar luxe. Doe maar luxe, hè. Ja, ik wist dat helemaal niet eens dat er op Curaçao een Bruna zat. Hey, dankjewel Kaylee voor de superchat. Super lief. Ilona, volgens mij is de link niet helemaal compleet die je deelt. Van Discord. Discord/GG. .gg, dat is alleen de hoofddomein. Volgens mij moet er nog wat achter. Ah, ik zie iemand, ik ga hem morgen bestellen. Mackenzie Hollister gaat hem morgen bestellen. Leuk. Leuk. Ik ben benieuwd wat je er allemaal in gaat maken. Nou, Oké. Nou, in ieder geval, als je hem nog voor 12 uur bestelt. Want volgens mij is het bij bol.com, als je hem voor 12 uur bestelt, dan heb je hem morgen in huis. Dus je kan hem vandaag al wel bestellen bij de webshops, omdat hij vanaf morgen uitgegeven wordt. Dus dan heb je hem morgen als allereerste in huis. Mocht je hem weer. Dan nog voor het weekend. Wil je hallo Livia zeggen? Hallo Livia! We even een naam een rondje doen? Doe maar. Laat de chat maar even ontploffen. Leef Bernard nog? Nee, joh, die was al dood toen ik hem in mijn handen kreeg. Krijg je punten met terugkijken? Nee, helaas. Het is alleen tijdens de livestreams. Wat? Zegt Ilona. Ik had echt gewoon de link gekopieerd. Ah, het geeft niet. Dat past bij het thema van de avond. Dat alles gewoon net niet helemaal lekker gaat. Gaat het eigenlijk ook nog weg? Of blijft het nou de hele tijd in beeld staan? Mijn overzichtje hier zo. Oh, had ik hem ingesteld dat hij bleef staan? Nee. Nu gaat hij wel weg. Nogmaals, pas bij het thema van de avond. Oké, Floortje, Katie, Brit, Sanne, Lore, Fleur, Glenn, Hadassah, Nina, Sarah, Tala, Eva, Naomi, Laurie, Feline, Meerte, Suus, Donja, Jaylee, Anda, Rune... Ik hoop dat ik het goed uitspreek allemaal hoor. Lina, Sarah, Ocean of Oceaan. Ik weet niet precies hoe ik die uit moet spreken. Aniek, Tom, Billy. Nog een Sarah, Glenn, Sven, Angie. Jeetje, hoi allemaal. Rosanna, Fabienne, Stella, Lotte, Tala. Yusara, Alam, Ranomio. Jongens, het gaat zo snel. Femke en Talita. Lisanne, Evie, Flo, Lotte, Sam, Angie, Celine, Kaylee, Kira. Nou, Lore, die had ik al gezien. Als het Lore is, hoop ik.
hoop zo dat ik die naam goed uitspreek. Dat is zo vet als mensen het niet goed doen. Janna, Felina, Aaron, Puk, Flo, Lotte. Nou, het laatste. Helena. Zo, naam een rondje. Hallo allemaal. Ja, jeetje. Oké, nou, ik vond het ook wel even genoeg. Een leuk naam een rondje zo. Ik ben ook wel benieuwd trouwens wie de hele stream heeft gekeken. Let me know. Ja, dan gaan we zo stoppen, denk ik. Jij bent nog druk bezig met iets? Oh, je hebt het al gefixt. Die gaat gewoon aan het werk. Oh, je hebt een linkje gemaakt door de Discord. Oh, dus we hebben nu gewoon uitroepteken Discord of zo. Ja. Ilona zat ook lekker bezig, Rick. Ik wist niet dat we gewoon een comment hadden. Veel makkelijker. Dat hadden we dus ook niet, inderdaad. Rick heeft hem echt net gemaakt. Dat was hij dus nu aan het doen. Oh, en nog niemand. Oh, weet je wat zielig is, liefje? Als er nu in het namenrondje iemand Rick heet zonder C. Oh, nee, dat zou echt vet lullig zijn. Dan word je gewoon... Ja, Nienke Klok heeft de hele stream gekeken. Ja, daarom heb je ook zo'n hele hoge score nu. Ja, ik moet alleen wel even aanpassen dat hij die... Timo ook. Leuk. Nina heeft de hele stream gekeken. Oeh, ik ga morgen op vakantie naar Texel. Lekker, Fiona. Heel veel plezier op Texel. Ik zal heel eerlijk zeggen, ik ben echt serieus nog nooit van mijn leven op Texel geweest. Ik ben zelfs... Ik heb heel veel dingen in Nederland eigenlijk nog niet eens gezien. Dat is best wel erg. Ik moet dat vaker mijn huis uit. Ik ben nog nooit op een eiland van Nederland geweest. Nog nooit. Dus dat moeten we een keer doen. Het staat ook echt al 15 jaar op de bucketlist, maar dat doen we nooit. En ik ben nog nooit in Zeeland geweest. In mijn hele leven ben ik nog nooit in Zeeland geweest. Erg eigenlijk. Er zijn nog genoeg dingen die ik moet doen. Ja, ik heb ook de hele stream gekeken, zegt hij. Hier, ik heet Rick zonder C. Ja, dan kan je gewoon je eigen naam niet eens typen. Dan heet je vanaf nu Rick zonder C, want anders word je geblokkeerd. Oh, ze typen nu gewoon Rick en dan R, sterretje K. Prima. Oh. Ik kreeg ook 5 keer een time-out, omdat ik een vet lief berichtje schreef. Maar daar kwam de naam Rick erin voor. En dan was het gewoon, hoppa. Ah, gemeen. Rick moet het weer uitzetten van mij. Iemand zegt, Ilse zegt, ik vond het stuk met de buurman het grappigst. Nou. Goed zo, heb je het weer uitgehaald? Oké, jullie mogen allemaal weer Rick zeggen. Doe maar, spam maar massaal in de chat, Rick zonder C. Zeg allemaal maar, doei Rick, zonder C. Want nu kan het weer. Ik ben ook nog nooit in Zeeland geweest, maar ik ga er waarschijnlijk deze zomervakantie daarheen. Oh, wat leuk, Fabienne. Ja, ik ben er dus ook nog nooit geweest, maar ik weet ook niet zo goed wat ik in Zeeland moet doen. Wat is er te doen in Zeeland? Wat is de reden waarom ik naar Zeeland zou moeten? Want ik wil wel een keer zien hoe het eruit ziet. Ik zie het eruit als gewoon de rest van Nederland, maar ik weet het eigenlijk niet. Ik ben er nog nooit geweest. Waarom zou ik naar Zeeland willen? Rick, doei Rick, zonder C. Die Lone zegt nog wat een hoop nieuwe mensen in de Discord. Welkom allemaal. Hey, dankjewel Style Sweet Cupcake voor de donaties. Super lief. Ja, jullie allemaal bedankt trouwens voor de donaties weer. Ook allemaal bedankt voor het kijken weer de hele avond. We gaan binnenkort weer een spelletje doen. Ik weet niet wanneer eigenlijk, want we moeten weer even een nieuwe game uitzoeken om te gaan spelen. Maar dat laten we wel weten. Abonneer je in ieder geval op dit kanaal. En dan als je dus even op het belletje drukt dat ernaast staat, krijg je altijd een melding als we live gaan. En tegenwoordig zetten we hem eigenlijk die middag altijd al aan. Dus je kan al de hele dag gewoon je reminder zetten, zodat je het ook niet mist. Maar ik zag vandaag al 650 mensen die zaten al te wachten voordat we überhaupt live gingen. Dus voordat iedereen pas die melding krijgt. Dus blijkbaar gaat dat wel oké. Maar voor de mensen die het nog niet wisten, dan weet je het nu. Abonneer in ieder geval gewoon, dan mis je het niet. Die vanzelf wanneer we live gaan. Maar... Ik wil in ieder geval een beetje die donderdagavond erin houden. Dat vind ik wel leuk. Maar de zondagavond kan ik het niet beloven. Af en toe is weekend ook wel fijn. Ja, zeker in de vakantie. Zeker in de vakantie, ja. Maar we gaan het zien. We laten het weten. Oké, nou, ik wens jullie in ieder geval voor iedereen die vakantie heeft vanaf morgen een hele fijne vakantie. Voor iedereen die op vakantie gaat. Zeeland heeft mooie stranden. Oké. Oh, en iedereen die kijkt, die last heeft van al het water of... Oh ja, in Limburg, veel, ja. Heel veel sterkte of die vanavond het huis uit moet, omdat dat was het in water Maastricht. Eraan komt. Ja, heel veel sterkte in ieder geval. Ja, inderdaad. Ja, dat is wel echt een verschrikking hoor. Daar moet ik echt niet aan denken.
Ja, heel veel sterkte. Ik hoop dat het allemaal snel weer goed komt. Oh, iemand zegt trouwens dat je in Zeeland kan wandelen met ezels. Dat sounds fun. Maar als ik met jou wandel, dan wandel ik toch altijd al met een ezel? In Middelburg kan je heel leuk shoppen, zegt iemand. Ja, weet je wat er in Middelburg zit? Volgens mij de bakshop. Oh nee, dat is een goes. Dat is waar je altijd de apparatuur zet. Ja, precies. Nou, dan hoeven we het niet te bestellen. Dan kan je het gewoon daar ophalen. Dat is waar. Ja, dat is wel... Ja, hij komt altijd iets laten winnen. Kijk maar. Want dan komt hij ongeveer nu ergens hier zo. Hij komt in de chat altijd eerder. Dus daarom zit iedereen in de chat altijd... Hallo, hallo. Maar daarna krijg ik pas een geluidje. En dan komt hij pas in beeld. Dat duurt altijd even. Ik weet ook niet waarom dat zo lang op... Kijk. Ja, dankjewel. Nou, Lola Medusa. Maar ze zegt, wil je mijn naam zeggen? Inaya. Of Inaya. Inaya? Ja, maar nu gaat ze nog een keer doneren om goed... Nee, dat hoeft niet. Oké, ik hoop dat ik het goed uitsprak. Ik vind dat altijd eng. Ilona zegt, bakshop! Dan gaat baksen met geld naartoe. Ja, dan gaan baksen met geld naartoe, inderdaad. Oeh, ik ga morgen naar een paard kijken. Wat leuk. Oeh. Dat is wel spannend. Dat lijkt me heel spannend, een paard kopen. Misschien gaat ze wel alleen kijken. Ja, oké. Maar je gaat toch vaak kijken omdat je een paard gaat kopen, toch? Dat is hij naar een paardenshow gaat. Oh, je spreekt uit als Angie, maar je schrijft Angie. Zegt iemand even over de eigen naam. Dat is ook goed om te weten. Maar we gaan het proberen te onthouden. In Veren heb je lekkere haventjes. Ja? Maak je die goed? Oké. Okay. Oh, Jelly gaat naar Kroatië. Leuk. Ik hoop trouwens dat niemand een vakantie heeft geboekt naar Ibiza of zo. Want dan mag je weer niet gaan. Ja. Dat is ook weer zo... Oké, nou, lieve mensen, we gaan afronden. Ik wens jullie allemaal in ieder geval een fijne vakantie, fijne avond. Dank jullie wel allemaal voor het kijken. En dan zien we jullie heel erg snel weer. Doei! Doei!